Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Een hele onstuimige dag buiten. Regen. En het waait. Echt herfstweer. Maar ja, niet getreurd. Het moet de pret niet drukken. Ja, mensen. Zit lekker achterover thuis. Isabelita, verwarming. Nou, dat is dan, dan ga ik u bijpraten. Tot een uur of drie. En dan zien we waar het schip strandt. Ja. Nogmaals van harte welkom. En ja, ik zou zeggen, ik zie mijn apps al vol raken. Maar ik kom daar zo op terug. Mensen, ja, waarover gaan we het hebben? Ik moet eerst die meneer Dennis Lapaar bedanken voor zijn bericht. Ik heb doorgekregen van, hoe heet die? De directeur van Stoomvaste. Bedankt ervoor. En ja, het doet me deugd natuurlijk. Isabifu, hier is aan dat. Maar ja, unesuku grani, mensen. Unesuku grani herinneren aan dat. Want ja, het is, hoe heet het? We doen het om de gemeenschap te informeren. En als de gemeenschap herkent dat er bepaalde dingen in zitten die worden overgenomen, ja, dan is dat toch leuk, mensen, Isabi. En waar heb ik het over? Dat is de hamvraag. Ja, waar heb ik het over? Nou, meneer Dennis Lapaar die had een berichtje gestuurd naar de directeur van Stoomvaste. En gezegd van, moet je luisteren, kijk dan. Er is een bedrijfseconoom, belastingadviseur, meneer Haroun Karamat, die heeft een stuk geschreven in de krant. En die heeft eigenlijk zo'n beetje één op één beaamd wat ik destijds gezegd had over Asanifu Oppenheimer, toch mensen. Met die verstande takkie, jongen, die heren aan de koek. Zij is van miserie, dat. Je bent al, eigenlijk is Suriname een beetje geblacklist. Wie is verdraaien, mensen, Isabi. En ja, oké. Okay. Neem dat als startpunt van jou. We zijn een beetje geblacklist, we zijn gedowngrade en al dat soort dingen. Luister, neem het als een uitdaging. Ja, accepteer het. En dacht, oké, okay, goed. Dan even alles onhoud, even alles analyseren en een strategie bepalen. En dan kijk ik wel waar het schip strandt. Nou, dat is wat je moest doen. Maar if je gewoon dat in gesukomoni want ja in kopai Oppenheimer zo min miljoen dan ja ik zou zeggen meneer Oppenheimer heb jij dat prospectus gelezen van Suriname want ja net wat ik vertel dat mensen kijk look, nou, dat ding van je weet sabi toch dat ze naar een boom aan paaien paaien man dat wist je toch bij het afsluiten van de hoe heet het, die staatsobligatie, dat instellen van zo'n procedure, vroeger door serie staatsobligaties, een bond, ja, stond, was het al in de hele wereld, alle financiële instellingen hadden Suriname, hoe heet het, een rating gegeven van B minus. Weet je, met slechte vooruitzichten op het niet kunnen betalen. Het staat duidelijk in het prospectus. Maar, if you go do this, en dat je dacht, oké, maar ik ga het toch proberen. Dan moet je niet klagen nu. Snap je mensen? Dus je hebt sterke gronden om even de tijd en de rust te nemen. En deze meneer, die meneer Haroun Karamat, die heeft het ook beaamd en dingen. En ja, je ziet dat, kijk, go. Is toch leuk, mensen, Isabi. Maar, oké, dat dingen, hoe heet het? Asanisi, is dat van Oenusanaman dit toch, mensen? Weet je? Want ja, kijk nou, dat ding van Surinamers moeilijk, vaarlijk. En daarom komen we niet vooruit, Isabi. En daarom zeg ik ook, Minesuku Grani. Ja? Minesuku Grani schreef. Want ja, kijk nou, if he. De man die ziet de kassa over, dat ja, dan gaan we een beetje kijken hoe de vork in de steel zit. En dan, oké, de man, doe
zo'n beetje wat je verwacht had dat ze moesten doen. En dan ja, zeg ik, oké, prima, prachtig toch? En dan je ziet dat het ook in de gemeenschap tot een recht komt. Dat je, oké, goed, jongen, ik vind goed, ik 26 miljoen voor een paai, zoals ik hier rente. Maar dat 26 miljoen is dat wie om in Sani kan doen. Ik kan bij dressie, ik kan bij bepaalde spullen die hard nodig zijn in Suriname. Ja, maar het zijn keuzes. Maar ik ben blij dat er Surinamers zijn ook die dit beamen. Dus wat dat betreft, meneer Dennis Lapaar, thanks, Guy Sani. Weet je, er is nog iets anders. Ja, die bijvoorbeeld ook gezegd wordt. Isabi, toch, kijk, die meneer Lapaar ook weer. Isabi, kijk, luister maar. Ten aanzien van de betaling of stopzetting van gewezen minister van Financiën, de heer Hoefdraad. Wordt zijn salaris nog gestort? Nee, zijn salaris wordt niet meer betaald. Hij is een verdachte nu. Op instructies van de president heb ik het verzoek gedaan om de salaris stop te zetten. De ministers vallen administratief onder Binnenlandse Zaken, onder het directoraat Algemene Zaken. En dus zijn salaris wordt niet meer betaald. Sinds wat? Ja, en nou, is toch ook leuk. Dat, kijk, er komen mooie dingen vanuit de studio van Rotterdam, van Stamvaste. Ja, en als het werkt, mensen, neem het over. Neem het over. Als dan is, noem eens Gosotak, ja. Maar het komt uit Rotterdam, na de dat ja, Isabi, de mij plek vaarlijk naar. Nee, 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 totaal niet, mensen. Vergeet dat, Isabi. Dat is niet onze insteek. Onze insteek is Suriname. We zijn, we vieren allemaal als Sernamang. En dan meteen, ik dacht, ja, maar moet je luisteren, kijk. Laten we ervoor zorgen dat Omekwang Boeng Sani vindt, toch? Weet u. En ja, als je het goed vindt, neem het over. Als je het niet goed vindt, laat het maar gewoon zo. Dat bedoel ik, mensen, Isabi. Maar we gaan voor vandaag nog meer mooiere dingen doen. En we gaan ervoor zorgen dat Jere, kijk, je komt met plausibele juridisch-technische oplossingen. En ik zou zeggen, Suriname, doe er je voordeel mee. Doe er je voordeel mee. Mensen, even kijken hoor. Die inbox. Deze. Oké. Even kijken hoor. Sjoep de Warito gefans aan meester en de hele groep van Stamvaste. Groetjes Herman uit Utrecht. Meneer Herman uit Utrecht ook goed. Groetjes terug en bedankt. Meester Singh, welkom. U heeft weer helemaal gelijk gekregen. Enkele weken heeft u volgens mij bij Radio Stamvaste gezegd dat de Surinaamse regering de salarisbetaling aan de voortvluchtige verdachte hoefdraad moet stoppen. Wel, nu eindelijk heeft de Surinaamse regering dat niet gedaan. Groetjes terug, ja. Oké. Mensen, even kijken hoor. Ja. Goedemiddag, meester Singh. Ik ben maar een leek. En ben op niemand. Nee, dat, u moet dat niet zeggen. En zijn vele Surinamers van hoog tot laag die een onreine of slechte DNA in zich meedragen. En dat is bij alle groepen. De DNA zelf is niet slecht. We zullen ons moeten reinigen van ons eigen DNA. Ik weet niet hoe dat moet gebeuren. Er is daarvoor geen reinigingsinstallatie hiervoor. Zie onderstaande app. Ja. Goedemiddag, meester Singh. Ashwin Adin zegt in Dagblad Suriname. Na dit regeertermijn zullen wij het vervolgen afronden. Hij heeft nog het lef om te zeggen dat in februari 2020 alles nog goed ging. Dat is een complete leugen. Hij moet opgepakt worden als Suriname. US mede door hem vernield is. Mevrouw Limburg, ja. Hallo meester Singh. Hoe kan het dat Brunswijk met de aardappelen en uienboer afspreken?
afspraken heeft gemaakt om het te verkopen voor 4 kilo SRD, 4 SRD per kilo. Dat is ver beneden de kornprijs. Wie vult de rest aan van het tekort? En hoe moeten de andere handelaren hun aardappels verkopen? Het lijkt erop dat Suriname van Brunswijk gaat worden. Ja, mensen, kijk, je moet dat niet onderschatten van dit ding, van die aardappelen. Ik weet niet, kijk, wanneer ik je weer ga herinneren een beetje, dan ga je begrijpen. Kijk, ik had een programma gemaakt, hè, over dat afvalkip dat in Suriname wordt geïmporteerd. Je zag niet toch, eetbare slagafval van pluimvee wordt in Suriname geïmporteerd, alias de Amerikaanse boutjes. Ja, oké. Ik zeg niet om te gaan kijken en te gaan luisteren naar dat programma. Maar daar had ik het ook over aardappelen. Omdat Isa Fakorona is restaurant Tapu. En hoe heet het? Dan wordt er niets meer verkocht, toch mensen? En ik had u laten horen over een boer. Taki, ja, die man zit met 800.000 kilo aardappelen. En die gaan de vergisting in moeten. Ja, sanning of veevoer. Dat is maar één boer. Hè. Zo zijn er een tig aantal boeren die met dat ding opgescheept zitten. En dan wat krijg je? Je kan er niks mee. En omdat je dat niet aan de straatstenen kwijt kan, de Seipsa, had ik verteld, hè, van kijk, in Suriname, vooral toen die mevrouw Santokki hier kwam, had ik verteld van ik zag die aasgieren rondom hem heen, rondom haar heen, Isabi, van die handelaren die snel geld willen verdienen. En ja, moet je luisteren, kijk, dat ding van Chotelal en die relatie van, met Brunswijk. Het is een hele slechte, hoor, want Brunswijk moet bij zichzelf te raden gaan. Weet u waarom hij bij zichzelf te raden moet gaan? Hij doet Suriname hier geen voordeel mee. Want kijk nou, voor de kleine man, ja maar, me go naar Chotelal, me go bij 4 SRD. Kijk, die prijzen droppen. Mensen, luister nou, die prijzen droppen. Maar die man heeft geen invoerrechten betaald. Die man heeft die aardappel hier gratis kunnen krijgen. Ja, weet je, want het, is, het gaat de vergisting in. Of zijn niet, aboeren brengt die lange tijd, ik kom, iets in Chagwe. Dan hoeft hij niet die transportkosten te betalen om naar de vergister te brengen. Isabi. Dus je kooi te king is net als wat die meneer Sardio in Suriname doet met dat eetbare kip slagafval. Ja, de mij gewoon mij piking, de mij verpakken en de mij charing kong naar zijn naam, de enjaming. Ja, laten halen met die kippenbootjes. Maar ja, hij is gaan duiken in de vuilnisbak als het ware. En heeft het eruit gehaald en heeft het naar Suriname gebracht. Die aardappelen, ik wil niet zeggen dat, maar kijk, het is of het gaat de vergisting in, of de vergister in, Isabi, nou een machine, dat is mijn malinfini, dat is mijn bromin naar de elektriciteitscentrale. Maar dat is die keus. Nou, want ze naar me komen, maar zie wat kan zijn. Ja, een andere Suriname, don't make money. En ik zeg tegen Surinamers, let hierop, want dit ding kan niet en mag niet, mensen, Isabi. Dus dat ding van die aardappelen, wat die mevrouw Limburg zegt, ja, Surinamers gaan het leuk vinden. En iedereen gaat zeggen, des inomani, taxanaman kies goedkope prijzen. Ja, gebruik je hoofd. Gebruik je hoofd even, ja. Dat je 4 kilogram, 4 SRD per kilogram koopt, is leuk. Maar die man is al begonnen weer, meneer Chotelal, geen invoerrechten betaald. Ja? En zo belastert hij jou. En die handelaren zijn niet gek. Oh, tijd, ik hier nou. Mogia aardappel. Kan die Mogia ook doen, want ja, restaurant is ook gesloten hier zo. Dus ja, ze zitten met een overschot. Maar dan wil ik andere zaken hebben. Dat je me helpt met andere zaken. En dat, zo gaat het, ja. Voor wat hoort wat. Dus ja, I scratch your back, you scratch my back. En ja, is Suriname ermee geholpen? Ja, wij zijn alleen maar bezig met korte termijn visie. De schade die deze man gaat aanrichten weer, gaat niet overzien zijn. En ik weet niet
Dat ding wat Brunswijk aan het doen is. Brunswijk, ja. Je weet toch, ik heb altijd gezegd, Brunswijk is de zwakste schakel. Hij begrijpt dingen niet zo goed. Ja, en dan, ja, daar kan je misbruik op maken. Ik vind dat je wat Chimoni, want kijk mensen, je moet dat niet onderschatten. Brunswijk zit zijn verkiezingskas, zijn verkiezingspot te spekken met die Surinaamse middelen, gelden. Want ja, dadelijk aan Moesgo, als het na 5 jaar is of eerder, moet hij kunnen investeren. Voor man zorg goed dat hij president wordt. Dus ja, hij heeft, je weet toch, Suriname is het middel, niet het doel. Het doel is niet om Suriname vooruit te helpen. Nee, ik moet vooruitkomen. En ik gebruik Suriname daarvoor. Dus ja, het middel en het doel. En ja, volgens deze mensen, ja, dat middel moet het doel kunnen heiligen. Dus ja, dan gaan we ervoor. Weet u, en dan moeten we niet klagen. Tegen dan is het dat er de staat geen inkomsten krijgt. Omdat ja, meneer Brunswijk en meneer Tjotelal hebben iets bekokstoofd. En ja, dan wordt de staat ontvangt er niets van. Want ja, die man heeft invoerrechten vrij kunnen importeren. Als u nadien zegt dat wij als samenleving moeten laten leiden door het licht. Maar hij en zijn NDP hebben zich laten leiden door de duivel. Hij is een gemene volksverlakker. De groeten Rabinder, ja. Meneer Ashwin, aan die niet veel op nodig, mensen. Even kijken, meester Singh. Honorarium van Boefie is nu stopgezet. Dit komt omdat wij en Stanvasse eerder gesproken hebben. De afgelopen uitzending, Stanvasse, wordt goed gevolgd in Suriname. Goed zo. Politie in Suriname schiet 2 maal openbreek die open op een dak van een woning is. Openbreek. En die moordenaars zoals Bout en Brunswijk, die drugsbaronnen lopen nog vrij rond in Suriname van Rijswijk. Dag meester Singh, met een vaste luisteraar van uw informatieve en productieve uitzending. Ik luister mee, groetjes van Sandra. Goed zo Sandra, blijf luisteren. Minister Somaarje brengt ook stukken naar de... Ja. Minister Somaarje brengt ook uw stukken naar de DNA. Ja. Ja, ik weet, dat gaat over die dingen, hè. Het personeel. Even kijken door mensen. Goedemiddag, meester Singh. En bij deze soep de Wally. Brunswijk en Tjotelal doen weer zaken. Alle goederen gaan via Tjotelal. Brunswijk is weer niet te vertrouwen. Heb u iets van gehoord? Ja, ik heb er iets van gehoord. Ja, oké, mensen. Het is Trisor en dat soort dingen. En ja, ik weet niet. Nu hangt het van. Kijk, meneer Rusland en meneer Somaharjo, die zijn gewoon doodgemaakt, Isabi. Die zitten er voor spek en bonen. Dus het komt op het bordje van Santokki. En ja, ik zeg maar één ding. Hoe ver ben jij, Santokki, om hier wat aan te doen? Snap je? En ja, ik vind dat het niet kan. Weet u, ik vind niet dat Surinaamse mensen dit... Isabi, ik kan lavo. Gewoon, ja, maar Sani, en kijk, het gaat toch, het kan. Isabi, mooi. Maar ik zeg je één ding, van moet je luisteren. Je begint weer met een hele foute instelling, Isabi. En ja, if you know a year, hè, yo fili. Njama aardappel no. Geniet, vink, ja, man. Isabi, bedankt Brunswijk dat je geholpen hebt, Isabi. Als je dat overzichtplaatje niet kan zien... Dan houdt het op, mensen. Dat, Sani, je hebt net 10 jaar dit ding meegemaakt. Dat het een grote puinzooi is geworden. Vandaag is Suriname bij de bedelstaf. Je moet je niet laten verleiden. Omdat we mijn serie 4 SRD, kijk, die prijs is gedropt. Is niet waar. Is niet waar. Ja. En daarom zeg ik van, kijk... In Suriname moet je het hebben over die gelijkheidsbeginsel. Waarom die man wel en waarom deze andere man niet? Ja. Is discriminatie, hè? Dus, bijvoorbeeld, is er openbare aanschrijving gehouden?
oppositie, die, vroeger de VHP en de ABOP, dat is duidbaar, toch? Ja, er is geen open, hoe zit het hiermee dan? Ja. En als Brunswijk dit op eigen houtje heeft gedaan, omdat een lobby moet niet zo, dan moet een lobby zo, Isabel, dan moet je dat gewoon aankaarten ook. En ik vind, kijk, je moet ook dit ding justueel gaan onderzoeken. Ja, maar daar zit je weer op een ander probleem te stuiten van meneer Abiyamofo. Nee, ik, Abiyamofo, moet je mij horen, meneer Amoxi, ook een ABOP'er. Dus ja, dus weinig zaken die gedaan gaat worden door ABOP-leden en meneer Brunswijk, die zullen via het portaal van meneer Amoxi moeten gaan. En ja, mensen, verder. Ik heb jou gezegd, kijk, je kan boos op me worden, maar met betrekking tot ABOP, daar zie je nog steeds in 2020 de trekken van slavernij. Kijk maar naar het systeem dat Brunswijk hanteert. Ja. Lucuna Bordeaux, als je iets wil te brokkelen wil hebben in het melk, ja, word je buitenspel gezet, je wordt gestraft. Belfort kan dat zelf niet, maar hij wordt ook gestraft. Isabel. Dus ja, daar zie je nog de onderdrukking van slavernij. En dan schrik je ervan, dat, ja, maar onderdrukking, nou weet man bij onderdrukking. Ja. Maar nou, de man is stikking. Ik heb jou gezegd, kijk, ga dat ding een beetje analyseren. Dat binnenlandstructuur wat je ziet, Gramang, Kapting en Basha. Dan zie je van, ja, West-Indische compagnie mensen. Zelfde stijl toch. Dat moet je zien en die mannen trekken het gewoon door. Ze willen niet veranderen. En dan ga je dit soort problemen krijgen. Ik zeg je, njama adappel, maar later Josifa je paya prijs dubbel en dwars. En dan moet je niet klagen. Wij hebben jou gewaarschuwd hiervoor. En de regering moet hier maatregelen tegen treffen. Ja? Ik ga straks terugkomen op dat ding van Chotelal. Dan ga ik u wat laten horen. Isabel, want ja, het is goed dat het bekend wordt gemaakt, Isabel, dat die mensen hierover praten naar de wandel. Want ja, mensen, ik zeg hier, kijk nou, het is niet goed, Surinamers zien dingen alleen maar op korte termijn. Ja. En omdat je dingen alleen maar op korte termijn wil zien, yo pina, yo ego pina, klaar, punt uit, Isabel. Je kan zeggen wat je wil, het gaat om nieuw orde. Mensen, kijk nou. Waarover gaan we het echt vandaag hebben? Item. Iemand heeft een ding gestuurd. Van ja, er is een, hoe heet het, een vakbondsleider. Die zegt van, moet je luisteren, kijk. Ze hebben bewijs dat ze Mohadjo, Sani. Van de Karin knoeien en noem maar op en dat soort dingen. Maar ja, laten we gaan kijken. Laten we maar gaan kijken van hoe of wat, Isabi. En dan gaan we zien. Of het klopt of niet. En ja, wat kunnen wij deze mensen aanbevelen om te doen? Want ja, moet je luisteren, kijk. Blijkbaar doen we iets goed. Takkie, de meid, dat ja, maar goed, cool doing. Is dat weer toch, mensen? Dus, laten we gaan kijken. Zo'n beetje, zodat je een beeld krijgt waar het over gaat. Ja? Het gaat om meneer Brontos Omarjo en een man dat hij zit met zijn personeel. En je weet toch, mensen, kijk. Hij is de gebeten hond. Isabi. En ja, if you want to go, you feel makkelijk, want tiki. Isabi. Maar, sana een probleem. Kijk, hij is minister van Binnenlandse Zaken. Dus Amandisi is Sorguga huishouding. Van heer Kondre, als het ware. Huishouding in die zin. Alle personeel gaat via hem. Ja. En dan moet je luisteren, if you have a problem, dan personeel, die ook klagen, die ook staak naar de zand. Zomaar de mouspiet niet, tap 1, tap 1. Dus hij heeft een hele ondankbare taak. En het is niet om te lachen, mensen. Isabi, maar Isabi, hoe het in elkaar zit, hoe het werkt. Oké. Okay. En je weet hoe Surinamers zijn. Het is Sernaman, voor de kaling, even voor ferie. Want ja, in de zin, ja, dan moet je maar opstappen en weggaan. En Isabel Sanif pak je tot al. Dat in flyers hebben geschreven, dat ja, regering moest zakken. Ik begrijp Surinamers niet hoor, Isabel, maar het is niet aan mij, want ik woon hier. Weet je, Sernamai Konanga Sani toe, want heel leuk iets. 100 dagen, ja, in 100 dagen niks gedaan, dies, na, dat, ik vraag me af, per is Sernamandisi
Moppo jongen, wat is er aan de hand met Surinamers? Kijk, je moet geen Europese of Amerikaanse maatstaven hanteren voor een land als Suriname. Je noemt was aan dat die. Want ja, dat is een boelau. Weet je mensen, kijk nou. Je komt, je krijgt een regime change en binnen 100 dagen moet alles op de rail zijn. Ja, dat is in beschaafde landen. Ja, in beschaafde landen krijg je dit. Maar in Suriname, met onze onbeschoftheid en onbeschaafdheid, onder sapsana civilisatie. Waar in de wereld, mensen, iedereen ooit, zelf niet in Oeganda, Tanzania, noem maar op, in een zin. Maar in Suriname heb je het wel, taki. Je hebt een ambtenaar, die man steelt alles wat op zijn werkplek is. En mijn voercomputer, stoeru, tafra, alles aan samen voeren. En mijn voergoed, want ja, de verkiezing is verloren. Ja, er komt een andere regering. Ja. En dan verwachten wij dat wij komen om te zeggen van ja, maar ja, goed, het gaat binnen 100 dagen moet alles op zijn poten zijn. Ja, mensen, kijk nou. Ik zeg je, je moet niet gaan meten met die maten. Die dingen zijn niet voor jou. In Suriname leven de mensen nog in de oertijd, onbeschaafdheid. Ja? We gaan kijken hoe, hoe ik tot zo'n opmerking kan geraken, mensen. Voor dat ik dacht, ja, Suriname leven nog in de oertijd en een bepaalde vorm van onbeschaafdheid. Maar terugkomend op die man van Somaradio. Laten we het een beetje daar zo kijken. Van wat er zo een beetje gebeurt met dat personeel. Isabi toch. Je hebt van die last minute benoemingen. Die mensen zijn vlak voor de verkiezing. En daar zie je de onbeschaafdheid weer. Van zo'n voormalige regering. Die het voor jou. Net als Jesse zijn naar Trump toch. En iedereen kijkt ernaar. Dat, ja, hoe kan een land. Dat zo'n hoge moraal heeft met dingen, hoe heet het, democratie en mensenrechten, tot zo'n daad geraken. Dan zie je dat, ja, maar ja, het is niet dat land en die, het zijn niet die mensen. Het is afis in de man, een leider, na in je poring. Ik beïnvloed de man, tegen de man, alles aan die gebruik, alle soort media, een hele offensief wordt in. Gesteld om te zeggen van ja, moet je luisteren. Nee, het is niet zo, Isabi. Hij sleept dat Amerikaanse bevolking in de verdoemenis in. En de hele wereld kijkt ernaar en je ziet dat ja, je kan het makkelijk afdoen. Ja, maar het zijn tokkies. Isabi, Isabi zijn dat tokkies, toch mensen? Ik weet niet hoe ik het moet vertalen naar Suriname toe, maar het zijn de laag. Geletterde mensen zijn wakker naar je bakken. Omdat ja. Look hoe de man voelt. Zo'n jammer aardappel voelt tot heel lang. De nee zie. Samsa. De nee begrijping. Samsa. De zie zo zomaar zijn. Yo, mi mango na sneezy. Of mi mango na tot heel lang. Mi kan bij 1 kilo aardappel. Niet 4 SRD. Dat is dat hele issue. Weet u. Maar de problemen. Die gaan ontstaan omdat jij dat bent gaan kopen, begreep je niet. Dus die meneer Somaradio zit in een hele moeilijk pakket. Die twee mensen, meneer Noor Mohammed ook, want ja, Isabi toch mensen, Noor Mohammed zit bij OW en ja, die man, het is altijd een district, een ministerie geweest waar mensen graag willen werken, omdat waarom? Je geeft dingen, hoe heet dat ding? Je geeft opdrachten uit aan ondernemers om bepaalde zaken voor je uit te voeren. Kijk, een ministerie als arbeid, ja, wat voor opdracht ga je afgeven aan wie? Je gaat daar niet over. Terwijl iets als OW, jongen, hey, klimaatstrategie, hier alsjeblieft een opdracht, ik betaal je daarvoor. Ja, ga dat asfalteren, ga baggeren, ga dit doen, het gaat allemaal via OW, dus ja. Mensen willen graag daar werken. Want mensen willen ook daar graag de touwtjes in handen hebben. Omdat zij de, ja, er gaan een hoop geldelijke bedragen mee gepaard op dat ministerie, Isabi. Dus, maar wat krijg je? Die mannen gaan een
scheiding maken. Ze gaan reinigen. Ze gaan zeggen, ja, maar ja, ik wil geen corruptievelingen hier hebben. En ja, ze halen mensen weg. Ja, maar Purusma. En ja, oké, okay, goed, dan krijg je dit. Mensen worden dan ontevreden. En wat gaan ze doen? Ze gaan vitten tegen die minister. Van ja, oké, okay, dat is de man die dat department leidt en dat moet doen. Dus deze twee mensen zijn voorlopig de gemeentehond. Omdat ja, maar las worko, minum aanvind worko, de man vindt dat minta osso, minum koworko, want dat is alweer. En daarom zeg ik, kijk, dat een van die 100 dagen is voor beschaafde landen. Sorry, Suriname is ook mijn land, ik ben er geboren, dat ik vandaag moet zeggen, aan de vooravond van 25 november, om te zeggen, dat ja, kijk, ja, maar Suriname leeft in de middeleeuwen eigenlijk, Isabi, nog onbeschaafdheid, recht van de sterkste, na de wandat, Isabi. Ja, kijk maar naar Brunswijk, recht van de sterkste, dat zie je toch duidelijk, weet je. Mijn afvipi, mijn thema, mijn afpij invoerakte met een manchar aardappelen. En in de tussentijd, mijn nakking, maar op Chimoni. Weet je mensen, je bent een van een taboe begrijpt. One of Tile, Isabi. Maar mensen, Somo Harjo en Noor Mohammed, ja, personeel, laten we het een beetje daarover hebben. En dan neem ik u mee, dan moet u maar gaan luisteren naar wat er hier zo gezegd wordt. Van. Dat ding van Somalië. In Lichon, wat doen jullie hier voor het ministerie van Binnenlandse Zaken? Meneer Ganesh, goeiedag. Het gaat erom dat we zijn in de maand november. En zoals u zelf weet, dan had de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, in september de opdracht gegeven dat die ambtenaren die nog niet betaald zijn geworden, wel betaald moeten worden door de verschillende ministeries. Oké, okay, we zien dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heel wat registraties heeft gedaan. En nu horen we weer dat ze bezig zijn met de online registratie, terwijl ze al die ambtenaren al hebben geregistreerd, laat maar het zo zeggen. Of overgrotendeels, misschien moeten ze nog naar die districten. Maar het gaat erom dat die ambtenaren thuis zitten, ze willen werken. Dat is één. En je hebt anderen die werken, die nog steeds niet ontvangen. En die mensen willen nu wel zekerheid, want je hebt dames hier, heren hier, gezinnen hier, die in huurwoningen zijn, die kinderen hebben die naar school gaan, bus is verhoogd, alles is verhoogd. Van waar moeten die mensen dat geld halen? En die mensen zijn vanmorgen naar hier getogen. En ik zat thuis, ik kreeg een telefoontje van luister naar. Meneer Lichon, we hebben u toch nodig, want we zijn naar hier gekomen voor bepaalde vragen. En men wil ons niet te woord staan, we moeten achter de poort staan. En toen ik hier naar hier ben gekomen, heb ik die mensen daadwerkelijk achter die poort gezien. Ik vind het onmenselijk. Kijk, die mensen waren, die ambtenaren waren laatst bij regeringsgebouw. En binnen 5 minuten was de vicepresident, zijn excellentie Ronnie Brunswijk, was hij al bij die mensen, bij die ambtenaren. Waarom duurt het zo lang? Die mensen zijn hier vanaf, hoe laat? 7 uur. Het is al bijna 11:30. Ja, toch? En die mensen zijn hier vanaf 7 uur 's morgens. De ODAT, ik denk meneer Kwanito Eik, heeft de mensen wel te woord gestaan. En OD, meneer Nierman. Nierman ook. Maar ze kunnen ons ook geen officiële antwoord geven. We hebben hier een hoofd PZ. Ik weet niet, ik heb gehoord, ik heb vernomen dat ze opdrachten moet opvolgen van de minister. Oké, de minister komt nu. De minister komt. Maar ik vond dat ik denk dat het beter zou zijn als hij eerder was gekomen. Maar we stellen het toch op prijs dat hij nu hier is. Goedemiddag. Goedemiddag. Surinamers. Goedemiddag, minister. Goedemiddag, minister. Ik weet dat jullie allemaal willen werken. Ik snap dat jullie allemaal een beetje in de zorgen zitten. Maar jullie moeten me ook begrijpen. Ik zit pas 3 maanden hier. Het beleid van de afgelopen 5 jaar, het vernietigend beleid, kan ik niet binnen 3 maanden rechttrekken. Er zijn heel veel misstanden. Er zijn duizenden beschikkingen die niet volgens wet en recht zijn gemaakt. Er is een brief geweest van de toenmalige directeur van het kabinet, meneer Van der San. Die brief is gericht naar de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, meneer Faisal Noor Salim. Waarin ronduit wordt gezegd, je vertrapt de personeelswet. Als staat
kan ik natuurlijk niet meewerken dat ik op mijn eigen wetten vertrap. Maar desondanks zijn we bezig met oplossingen, ook voor deze groep. We zijn bezig met de online registratie. De eerste 5000, 6000 mensen proberen we nu de data van te verwerken. Een grote groep heeft inderdaad een beschikking, krijgt geld, maar heeft geen werkplek. Een kleinere groep heeft een beschikking, krijgt geen geld, maar heeft ook geen werkplek. Maar overal die groep zijn alle beschikkingen haast fout uitgegeven. Beschikkingen zonder missieven zijn eigenlijk niet goed. Nogmaals, ik refereer naar de brief die is gegeven door, gestuurd door de oud-directeur van het kabinet. Het is een kwalijke zaak. Ik vraag jullie echt, en ik weet dat geduld van jullie wordt op de proef gesteld, om geduld. Want ik heb dat nogmaals gezegd. Het wanbeleid van de afgelopen 5 jaar kan ik niet binnen 3 maanden rechttrekken. Jullie zorgen zijn ook mijn zorgen, maar soms ben ik ook met handen en voeten, aan handen en voeten gebonden. Dus dat is mijn woorden naar jullie. Ik ga ervan uit dat jullie een aantal vragen of opmerkingen van mij hebben. Ik heb, zoals jullie zien, heb ik jullie met respect behandeld, want zo ben ik opgevoed. Ik heb niemand uitgescholden, niemand voor arrogant of hypocriet uitgemaakt. Ik verwacht ook dat ik door jullie met respect word behandeld. Dus laten we het zo afspreken. Ik heb straks een grote online registratieopening, dus daar wacht ook de pers op mij. Ik geef jullie 5 minuten de tijd om vragen te stellen. Dat kan nu. Je kan zeggen wat je wil, mensen. Ik geef hem toch een bepaalde grani. Wat ik gewoon naar door zie, contactie naar de man. Ja, zij protesteert. Dat hij, zakai edege, isabi. Dat hij, hij gaat de confrontatie niet uit de weg. En hij vertelt zich zijn verhaal. En als het inderdaad waar is dat die meneer Van der San, Eugène Van der San, Sambi Brokko onder Bouterse, inderdaad een brief heeft gestuurd en meneer Noor Salim heeft gewaarschuwd van moet je luisteren. Ik denk dat kunnen ze opzij doen. Je bent bezig de wet te overtreden. Ja. Dan ja, heb je een probleem hoor mensen. Isabi. We gaan luisteren mensen. Nu. Mijn vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Boronto Somohardjo, is dat die mensen zich al hadden geregistreerd, toch? En dan nu hoor ik van de minister dat er weer een online registratie is. Ik vraag mezelf in hemelsnaam af, waarom zoveel registraties dezelfde ambtenaren? Dus dat is mijn grote vraag. En punt 2, mijn grote zorg nu voor deze mensen is dat u de opdracht hebt gehad van de vicepresident, toch? Om de mensen op de rol te brengen. Minister, gelooft u mij, ik heb bewijs van mensen die dezelfde tijd van deze mensen in dienst zijn genomen. En ik heb ook bewijs van mensen die na deze mensen in dienst zijn genomen, die al op de rol zijn gebracht. En waarom deze mensen niet? Dus dat is mijn grote vraag. Dus ik denk dat als u de opdracht hebt gehad van de president en de vicepresident van de Republiek Suriname, dan denk ik niet dat het zo moeilijk moet zijn om de opdrachten op te volgen. Dat is onze vraag. Ik heb niets tegen u. We hebben niets tegen het ministerie. Die mensen zijn ambtenaren op het ministerie en die mensen willen hun geld. En als ze misschien nog niet geplaatst kunnen worden, zet ze liever om stage te lopen op bepaalde afdelingen. Of kijk, FAI in Nikeri. Is een, de overheid heeft het overgenomen. Zet die mensen alvast in, laten die mensen alvast werken. Ja, dus dat. Ten eerste, de online registratie is niet geldig voor degenen die zich al hebben geregistreerd. De online registratie is voor degenen die zich nog niet hebben geregistreerd. En dan niet alleen de nieuwe ambtenaren, maar ook de oude ambtenaren. Kijk, mijn ministerie wil ik weer het gewicht geven wat het vroeger had. Niet alleen valse beschikkingen uitgeven en mensen valse baantjes beloven. Ministerie het gewicht geven. Dus wat we met deze online registratie doen, is ook de oude ambtenaren laten registreren, zodat ik beter voor hun belang kan opkomen. Ik teken papieren die 3-4 maanden geleden zijn gestuurd. Dus dan kan ik sneller handelen. Ook voor de oude ambtenaren, de actieve ambtenaren. De nieuwe ambtenaren die zich nog niet hebben geregistreerd kunnen ook meedoen aan deze registratie. Maar de oude hoeft niet meer. En dan over de opdracht van de vicepresident. Ik heb heel vaak met de president. Ik heb heel vaak met de president gezeten. Heel vaak met de vicepresident gezeten. En met alle respect, ik heb u daar nog nooit gezien. Dat doet zeer. Ik heb u daar nooit gezien. Maar hij praat wel van ja, de president en de vicepresident hebben jou opdracht gegeven om die mensen uit te betalen en op de rol te zetten. Ja, hij heeft hem nooit gezien. Ja,
We gaan luisteren, mensen. Misschien was u ergens anders in die kamer, maar daar heb ik u niet gezien. De opdracht van de president is wel als volgt wanneer de beschikking juist is uitgegeven. Want wij zijn een staat die volgens regel en wet werkt. Dus ik kan moeilijk, niet onmogelijk, moeilijk meewerken aan beschikkingen die onjuist zijn uitgegeven. Ik heb gezegd niet onmogelijk, maar daar zijn we oplossingen voor aan het zoeken. Daar zijn we en daar heb ik echt tijd voor nodig. U gelooft mij misschien niet, u hoeft mij ook niet te geloven. Maar de afgelopen 5 jaar zijn desastreus geweest. Vooral wat betreft personeelsbeleid. Ik ga u maandag aangeven. Ja, dan gaat u, ik beloof u, u heeft zo'n lieve lach, mevrouw. U gaat van uw stoel afvallen hoeveel mensen er in de afgelopen 5 jaar in dienst zijn genomen. Dus om op uw antwoord terug te komen, vooral dat laatste. Ik heb echt honderden keren met de president en vice-president vergaderd. En ik heb u daar niet bij gezien, dus ik weet niet waar u het over heeft. Misschien is er iemand anders met een paar vragen. Minister, goeiedag. Wegsluit van rekening, we zijn hier getogen. Het gaat om een aantal mensen en dit is niet alles. Even, maar kijk, zo'n vakbondsleider is gelijk mond doodgemaakt, hè. Tak ja, je tak president en vice-president, tak Oemsani. Ik kom op het rol en op bij jou uit. Ja. Ik heb jou nooit gezien, was je bij die gesprek aanwezig, hè, Isabi. Kijk dan, je weet toch, mensen, is zielig voor deze mensen. Er zijn nog heel veel mensen die ze nog niet hebben ontvangen, om het zo te zeggen. Maar u geeft ook aan dat die beschikkingen dat is niet juist zijn uitgegeven. Wat zou u als minister nu, nieuwbaken om minister, om het zo te zeggen, kunnen doen om deze mensen toch tegemoet te kunnen komen? Omdat u het draait of keert. Ze hebben ook gezinnen, ze hebben het vertrouwen eigenlijk gezet op dat wat ze dus dan niet in hun bezit hebben, een beschikking. En dus men verwacht dat dat dus rechtsgeldig is. Hoe zou u... Kijk, de fout ligt niet bij u. Nee, de fout ligt bij de vorige regering. U bent gewoon voor de gek gehouden door de NDP en de HVB. Ja? Maar aan de andere kant laten wij u ook niet vallen. Maar... Kijk nou, en dat is dat hele issue. Ja, je bent voor de gek gehouden door dat ding. Maar wacht eens even. Die mensen. Ja, dan kan je zeggen, oké, ze zijn slachtoffers, ze zijn voor de gek gehouden. Maar hebben zij ook niet meegewerkt aan dit? Omdat als je weet, deze mensen zijn een paar maanden voor de verkiezing in dienst genomen mensen. Dan, ja, je bent bezig de staat Suriname te bedonderen en belazeren. Zeg ik hoor, Isabi. Maar ja, Isabi, ik ben daar, hoe heet het, voorzichtig mee. Want ja, kijk, je weet toch, we gaan spelen op die dingen. De empathie van mensen, hè? Ja, ze hebben gezinnen en ze hebben al dat soort dingen. Ja, is waar, ze hebben dat. Maar, dat ze dat hebben, wil niet zeggen dat ze misbruik moeten maken van regelingen die getroffen zijn. Weet je mensen, dus ja, het hoort niet, Isabi. Maar men eist ook het aftreden van deze minister. Want ja, de man is hier. Ze willen dat niet, Isabi. Omdat ja, ze gaan ervan uit dat ja, even poering, dat we trouwen komen, dat trouwen vrede. Want dan weer poeri ook toe. Zo werkt het in Suriname, hè? Mensen, Isabi. En dan, ja, ik zeg, kijk, je moet de Surinaamse bevolking gaan opvoeden. Dat je dat niet kan en niet mag verwachten. Kijk, als deze man zegt van, ja, er is een brief van meneer Eugène van der San. Dan zeg ik, kom op met dat brief. Kom op met dat brief. Ja, kom op met dat brief en laat het zien. Dat wil zeggen, je staat sterk in je schoenen, je kan laten zien, van moet je luisteren, kijk nou, die mannen hebben deze minister al eerder gewaarschuwd, dat stap zij doen. Ja, en maak het openbaar, dan hebben we dat, Isabi. De bevolking gaat dat niet willen accepteren natuurlijk, maar ja, wat moet je daarmee mensen, Isabi. Maar goed, het is een stap. Om te laten zien dat ze het moeten accepteren, dat ze voor de gek zijn gehouden. En dat ze ook meegewerkt hebben door dat ding te accepteren, die baantjes. We gaan nog een stukje luisteren waar ze eisen. En van aftreden van hem, hè. We gaan luisteren, mensen. Dan moet u nagaan van hoe erg het is. Die man zit niet daar om het volk te dienen. En daar zijn we tegen.
Als u daar bent voor het volk, geen probleem. Maar als u daar bent om partijen, hoer, aangelegenheden of ik weet niet wat, dan hebben we je niet nodig. De minister laat de gemeenschap geloven alsof de mensen niet willen werken. Ja toch, want meer aan het kiezen. Wie niet wilt werken, dan ga je die mensen hun geld bevriezen. Ik daag hem uit. Hij gaat het vandaag bevriezen en morgen weer openstellen. Dat is een lusje van Germain Takdati. Je tapt een idee toch, je tapt pas mijn idee. Dat wil zorgen dat je of je een zakken van Sturu of je op de smamonitamara. Hij mag, hij moet durven. Kijk, wij zijn. Ja, zo gaat het eraan toe. En ja, op basis hiervan kan je niet praten, mensen. Naast me. Hij moet durven, hij moet dit, dat. Nee. Als hij goede gronden heeft om jouw geld niet uit te betalen, dan mag hij dat doen. Maar in zijn naam, ja, het gaat niet. Recht van de sterkste. Oertijd toch, middeleeuwen ding. Is dat bij mensen? Kijk, dat is meneer Somohardjo, hè? Isabi. Die andere, wat ik genoemd had, meneer Noor Mohammed, ook met personeel, ook vreselijk vervelend. Dus laten we kijken. Ga maar luisteren. Meneer Noor Mohammed heeft hij na een paar dagen de opdracht gegeven aan zijn directeuren om de mensen die nieuw in dienst zijn genomen, ik noem ze de gedupeerde ambtenaren, om ze allemaal aan te zeggen thuis te blijven voor een maand, zodat ze evaluatie kunnen doen. Er wordt een presidentiële commissie ingesteld. Ik hoor er niets meer van. Ja? En ondertussen zijn we, als ik me niet vergis, al 3 maanden verder. Gegeven moment is er een werkgroep opgericht op openbare werken, waarbij men evaluatie, personele zaken zou doen. Gegeven moment heb ik dat gemerkt als voorzitter van de bond en ik zeg van, hey, het kan niet goed gaan met de mensen die ik daar heb gezien als er geen tegengewicht is binnen de werkgroep. En ik heb de minister gecontact en we hebben gezegd, gezamenlijk met meerdere bonden, de minister gecontact. En we hebben gezegd van nee, we willen een vertegenwoordiger van de vakbeweging in de werkgroep. Zo gezegd, zo gedaan, na een heleboel gehaal en getrek is het gelukt dat ik als vertegenwoordiger van de vakbeweging ben toegevoegd aan de werkgroep. En u moet begrijpen, mensen zijn al in die periode, was het al 5-6 maanden zonder loon. Dus ik heb die werkgroep gevraagd dat ze dat nemen als prioriteit. Maar die werkgroep die werkt niet, hoe moet ik het zeggen, met alle voortvarendheid op die kwestie. Dus ik heb laatst nog, heb ik de minister een brief geschreven waar ik de minister heb aangegeven dat de voortvarendheid van die werkgroep op dat punt te wensen overlaat. En wat doet men? In de werkgroep word ik gekwalificeerd als ook lid van de werkgroep. Dus ik kan niet praten tegen de werkgroep. Ik moet komen met voorstellen. Mijn voorstellen zijn ambtenaren die in dienst zijn genomen, thuisgezet door de regering of door de minister voor een maand. En tot nu toe kregen de mensen geen loon. Ze worden niet op de loonrol gebracht. Ja? De mensen zitten met grote onzekerheid thuis. En die mensen krijgen nog steeds geen salaris. Op een gegeven moment komt minister Bronto Somohardjo met een online registratie. Dat is van de week nog gelaunched, dacht ik. Dus ik heb mijn mensen geadviseerd, mijn leden, die gedupeerde ambtenaren, heb ik geadviseerd om dan zich te registreren online. Wat blijkt? Wanneer de mensen nou contact dat hebben met de mensen van BISA, die online registratie, dat de mensen worden, verschillende vragen worden gesteld. Maar wanneer een van de vragen gesteld is, hebt u een brief ontvangen van openbare werken om thuis te blijven? Dan zeggen ze, ja, we hebben een brief ontvangen om voor een maandje thuis te blijven, maar nu is het al 3 maanden. Dan zegt die helpdesk van Binnenlandse Zaken, dan kan u zich niet registreren. We zullen de zaak onderzoeken. Dus die hele registratie. Dus ik vraag me af, waar gaan we naartoe? Is men bezig met vertragingstactiek, dat de mensen moe worden? Als je de mensen neemt, neem de mensen. Als je de mensen niet neemt, zegt ze direct dat je ze niet meer in dienst neemt. Dan weten we wat we moeten doen als vakbonden, toch? Maar zou de vakbond daar genoegen mee nemen? Nee, dus dat zeg ik. Wanneer je ze zegt, ja, we kunnen je niet meer in dienst nemen, dan gaan wij het juridisch bekijken. Dus de vakbond hoeft geen genoegen ermee te nemen. Maar we gaan kijken, je moet de mensen aanschrijven en zeggen waarom je ze niet meer in dienst neemt. Maar je houdt dat ding op lange baan. Als ik dit weekend niets hoor, zullen we andere vakbondsmiddelen gebruiken om het af te dwingen. En hoe groot is die groep? Ik heb een registratie van 250 man. De ABPM, dat is bij Openbaar Groen,
had 400 man, dus het kan nu groter zijn, want elke dag registreren mensen zich nog. In Ikeri, heb ik begrepen, daar is het ook bijna 500 of 600 man. Dus ik laat die mensen zelf oproepen om naar de stad te komen als we acties moeten voeren. Dus we zullen zien wat we verder doen volgende week. Ja, mensen, en zo blijft het maar doorgaan, Isabi. Heel leuk, Isabi, maar ja. De vakbond die die mensen representeert, die moet ook eens een keertje bij zichzelf te raden gaan. Ja? Kijk, hier gaat het nog een beetje op een manier Isabi, op on speaking terms, ja, weet u. En dan wat krijg je? Jere, soms wanneer je te maken hebt met een paar mensen die vreselijk vervelend zijn. Ja, dan wani siasan dat hij, anders moet met de minister maar zakken, afstappen naar de wanda ti, Isabi naar de wanda ti. Oké, leuk. Jere nou, laat me u wat laten horen. De man die ze klagen, dat ja, minister wil ze ontslaan, noem maar op, dat soort dingen. Kijk, Brunswijker is naar het binnenland gegaan. Ja, Brunswijker is vicepresident. Die man heeft bijna de helft van de, ja, is overdreven natuurlijk, maar een man die zo min is maar ontslag. Ik heb nooit een vakbondsleider gehoord. Sanko op je de man dat is, Sanko is ontslag. Nooit een man kon protesteren. De man accepteerde gewoon. En niemand heeft er wat over gezegd. Het is dingen. Er heeft een transformatie daar plaatsgevonden. Met ambtenaren. En allemaal pie. Noem maar man niet, doe niks. Notie. Geen woord erover, mensen. Geen woord erover. Isabi. Ja. Dan vraag ik me af. Dag jongen, kijk. De man is aan Brunswijk poro. Anders dan niet. Ambtenaar toe. Zijn toch ook ambtenaren? Dat zijn de normaal man. CLO, Hooghart, ja, CLO toch. Centrale van Landsdienaren organisatie. Nou, Brunswijk heeft die Landsdienaren gewoon verwisseld. Ik vijf poelbroekoe weer broekoe. Is dat bij mensen? Maar, ga maar luisteren. Basia, Abi, we take over. Naso. En denk ik over. Naso. Dat je moet kijken. Af en toe. Wat is het? Wat is het? Naso. Ga je houden door? Naso. Omdat je kijkt naar je kijkt. Naso. Ja, dat is het. Naso. Dan nog naar directeur voor RO. Naso. Alle heerlijden die ook kijken. Naso. Dus nog naar directeur die we hebben nodig. Aan papa maken. Naso. Meneer Marfrey Kouyoukou, Nasso. De na-directeur du Wabinono na RO. Nasso. Adéa, comment on va gagner le bagage de Nguizo? D'accord, on a dit non. En die, à mon frère, na 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 de Kaïwaf directeur. Ja. Dat zei vous, Kengi. Ou Kengi. Ou ja. Apego, non, mais continuez pas, Maka. Naso. Dan ook, we gaan naar de Samaka. Naso. Dan moeten we voor een poki, je reiza, die na directeur naar P. Naso. Dank u wel, dank je. Adéa. Jabi, wat directeur de Kai Doi? Ja. Dat is aan het Doi. Oh, maar P. Natuurzame ontwikkeling naar. Voor de Ingi Bala. Naso. Après vous dites que vous avez dit 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 que en min of meer een vakbondsman, no man, no ko op die man die zie. Hoe dan? Zo doe je zaken blijkbaar in het binnenland. En niemand, iedereen accepteert het. Dat hij hier nou, Brunswijk, Poering, Akinking. Want hij zegt het openlijk, hè. Isabi, hoe win je verkiezing? Ja? En hoe win je verkiezing? Hoe moet je kinkie? Arkibaka, goed luisteren, ja. Basia, Abi, hoe
take over. Naso. En take take over. Naso. Daar moet kind jij. Achtu. Wat kan dat ja? Wat jij te? Naso. Ga je maar houden door. Naso. Omdat jij kind jij kindi. Naso. Ja, zo nou. Naso. Ja, nou nou na directeur voor RO. Naso. Alle heer leiden die ook kind gemaakt. Naso. Dus nou nou ja directeur doe wat we nou nou deed. Awa pa maka. Naso. Meneer Marfrik Kouyoukou. Naso. De na directeur du wabi no no na RO. Naso. Adea. Koma wa gang ma ibaran de ingwezo. Ja mensen, kijk nou, dat is dat verschil. Isabe. En ja, isab sabi gisma leeru no toch tigri. Sab pekras en go. No man vakbondsman en go jeb de man die zitak. Eh ja, maar ja. We kenki. Isabe. Ik zeg tegen zo'n hart, meneer Noorman, hou je poot stijf. Als jij inderdaad een brief hebt van de vorige regering, dat is ondersteunend bewijs dat deze mensen, al hoe zielig hun verhaal is, dat zij hebben meegewerkt, ja, aan hun eigen vernietiging van hun toekomst, Isabi. Oké, mensen, even nog een paar appjes ertussen. Isab familie toch, ik ga altijd laveren tussen die apps en die dingen. Hoe heet het? Goedemiddag, heer Singh. Een vriendelijke groet, de heer Singh. Dezezelfde Brunswijk heeft zoveel kritiek geleverd over dezezelfde Chotelal voor de verkiezingen. Ja, money talks, weet je. Dat was niet goed. Ook met de dollars. Wie houdt wie voor de gek? Even nadenken, het is even één en alleen. Het vuile spel. Ik heb zo een wantrouwen gekregen van de gasten in Suriname, Carmelita. Ja, ik geef jou geen ongelijk. Ja. Je gaat steeds meer verbaasd staan met deze mensen. Even kijken hoor. Goedemiddag, meester Singh. In het begin was er geen geld. Zelf geen SRD meer voor de geldautomaten. Nu is er plotseling zoveel SRD voorhanden dat er bonussen worden uitgedeeld. Als je het aan mij vraagt, is dit pure witwasserij van gestolen gelden. Omdat de boeven geschrokken zijn van de geruchten dat er per 1 januari een nieuwe valuta ingevoerd zou worden. Het meest vreselijke hiervan is dat Santoki en de VHP eraan meedoen. Ja, mensen, we gaan een probleem krijgen hiermee. Hè. Iemand gaat me ervan beschuldigen dat ik ook hier ben gekomen om te zeggen van ja, je moet dat valuta gewoon inruilen. En ja, je ziet weer iets voortkomen dat men daarmee aan de slag gaat. Hè. Weet je, dat men zegt oké, per 1 januari gaan we het inderdaad ruilen. En ja, waar is dat vandaan gekomen? Dan vast te weer, hè. Weet je mensen. Bigede en Jezuko Grani? Nee, natuurlijk niet. Ja. Even kijken hoor mensen, dit bevestigt mijn vermoeden dat de VHP met een criminele organisatie is. Meer een criminele organisatie is dan een politieke partij. Is de boeven hebben koffers met gestolen SRD thuis hebben staan die nu in de economie, mensen ik lees zoals het er staat hè, die nu in de economie worden gepompt met medewerking van Santoki. Ik heb het gevoel dat de NDP overtroffen zal worden. Als het om corruptie en landvernietiging gaat. Groetjes, Wijnruin. Ja, laat me er hier wat over zeggen. Kijk nou. Er was geen SRD en nu zijn er SRD's. Ja? En dat soort dingen. Kijk. Ik moet hier voorzichtig mee zijn. Want ik heb altijd gezegd. Mee Bradjari gevaarlijk. En ik ben gewoon open en eerlijk. Ja, je weet toch Santoki. En dingen. Meneer Singh naar Tukuliman. Nou, dat is altijd elkaar het hand boven het hoofd houden. En ja, dat is dat beeld dat er ontstaat, hè, Isabel. Maar goed, kijk, het kan hoor, corruptie en al dat soort dingen. Maar probeer eens even na te denken. Kijk, deze regering heeft twee dingen gedaan. Ja, de regering heeft 1 Surinaamse dollar geëist op de government take. Hè. Government take, dat want dat giet op alle liter benzine. Mijn potwaan SRD, dat komt in mijn kas. En mensen, is dat vast een namang. Bakro voor rij auto. Want ja, ik sorry, maar dat geen rijwagje. Dan is dat. En anderen hebben het nodig voor hun werk natuurlijk. Anderen gaan gewoon uit. Isabi. Maar 1 SRD
per liter. Ja. Het tikt flink aan. Santoki heeft nog iets anders gedaan. Zijn om vergeet die Isabel. Kijk. Hij heeft die douanekoers dat 7 zoveel was. Want ik ben zo dat ik erbij doe. De mij kon de man zeggen, hé jongen, hier 7 SRD invoerrechten betaal ik. En ja, toen ik kon mijn goederen op sa agrenskba. Ik heb je toch betaald, dus je moet niet kletsen. Dan kom ik in, naar mijn winkel, ik ga mijn goederen uitstellen. En wat doe ik? Dan zorg ik ervoor dat die prijzen meer dan 7 is. Dus dan een takje, nou, oké, dus dat nog een takje. Die 7 moet ik veranderen. Wat heeft hij gedaan? Die unificatie van de koers heeft eigenlijk te maken met de douanekoers. Dat ja, hier nou, dan met verhoging 2 dubbel TF voer in. En mensen, de eerlijke en oprechte ondernemers in Suriname, anno de Malikchotelal, ja, die mensen moeten gewoon invoerrechten betalen. En dan nog een zere aardappel, die 4 SRD. Omdat de pai nu in plaats van 7, 14 SRD, bijna 15. Want het is 14 zoveel. Dus, maar als je nou bekijkt, het brengt geld in het laadje. Het brengt geld in het laadje. Dus, en niet zo money, oh ja. Want daarom de man is bang. Een beetje maar voor takje. Kijk, voor het eerst hebben we gelden, salarissen kunnen betalen. Zonder geld te lenen. Ja. Omdat je hebt een maatregel ingevoerd. 1 Surinaamse dollar op de governmentiek. En ja, 2 invoerrechten. De douanekoers. Binnen, goed is aan die centrale bankkoers. Naar is aan dat die. Ja, die dingen zijn er. Maar het ging om de invoerrechten. De 14, zoveel. Dat dingen. Want ja, tegen straat. In een bij is aan die nooit. Die 14 zoveel, die mannen gaan het altijd duurder verkopen. Ja, maar dat is marktwerking, je kan daar niks aan doen. Isabel. Dus dat ding moet je ook in de gaten houden, Taki. Waarom ineens zoveel geld is. Want er is wel geld, maar er is niet zoveel. Want de Surinaamse economie slokt alles op. Weet je mensen. Dus denk daar ook even naar, Isabel. Santoki en Somo zijn tijgers zonder tanden. Weet je dat deze mensen een paar weken voor de verkiezingen een beschikking hebben gehad, dat je dat kwalificeren als een onrechtmatige daad. Juridisch moet dit ook hard te maken zijn. Een voorbeeld, 100 beschikbare en bestaande arbeidsplaatsen, maar er zijn 1000 beschikkingen uitgegeven. Wat je zou moeten doen is 100 mensen aannemen en de andere 900. Jullie dus laten zien dat ze voor de gek zijn gehouden door de vorige regering. Wat betekent dat je ze niet hoeft aan te nemen en dus ook niet hoeft uit te betalen. Ik ga er straks terug op komen. Op dit is iets moois, want als je zegt onrechtmatige dat en juridisch, dan kom je in mijn straatje. Goedemiddag meneer Sting, fijne uitzending. Als u tijd heeft, zou u over de vakantiegangers kunnen praten die problemen veroorzaken in Suriname. Ja, de vakantiegangers in Suriname. Kijk, je bent een normaal denkende Surinamer. Je gaat boos op me worden dat ik dit zeg. Maar een normaal denkende Surinamer die een klein beetje geschoold is, Isabel, die een beetje verstand heeft van zaken. Oh, acties er even af, dat jongen. Wat heb ik te zoeken in Suriname? De man zei Gassernaam, dat zijn. Je moet niet boos worden over mensen. Isabi, ja, zo is dat alles gewoon open en bloot, hè, Isabi. Het is niet om mensen te krijgen, maar. Unom de dong. Dat zijn die Surinamers eigenlijk, ja, zo. Zijn verloren mensen. Ja, het is misschien niet leuk, maar het zijn losers. Het zijn losers. Heer Jari, de man werken, de man sparen money. Soms de man abie money, ze de man len wat money. Want die sabie toch over jaren kon, jongen, wat dansen poro. Wat dansen poro. Dat de mij gassen dan. Die mannen geven zo'n slecht voorbeeld, want de play beating, sorry, tak dan money. Terwijl het gewoon losers zijn. Losers mensen, ik zeg je dat het losers zijn. En ja, die mensen, wij moeten openlijk zijn, dat je een play beating vast. Maar wij zijn niet gelijk aan hun. Die mensen hebben een. De mano, een speri, kutak en zo, Isabel.
Dat zijn die losers die dan naar Suriname gaan. Alla de dansi isabi. Dan gaan ze dat die mij. Die actie man dat die ja, over zijn handen. Dat is ook toen niks. Ze zien dat die, zoals of go dansi, go do plezier. Dan gaan ze nog verder. Interesseert het hen niet. Isabi. En ja, de man dat die, ze moeten het hebben. Meestal draaien in tongen, zo. Dus dan dat die, ja, ik moet uit Nederland. Want ja, je moet het even benadrukken. Terwijl, ja, dan is dat de kans. Dan maar eens zien aan je houding, je postuur. Dat je aan man is aan of jij, Isabi. Maar het is heel triest hoor met hun. Weet je, dan is dat die. En ze geven de Surinamer die hier zo zich aan de regels houdt, dan is dat hij een beetje welgesteld is. En ja, op die functie, dan is dat hij. Ik doe een slechte ding. Want dan denk ik dat ja, we zijn allemaal één pot nat. En het is makkelijk in Suriname om dit te doen, toch, Isabi? Want ja, in Suriname dan kan je daarachter verschuilen. Dat ja, maar de Hollandman is dat niet. Kijk, deze Surinamers die daar naartoe gaan en dat ding verpesten, die staan niet model voor de model Surinamer hier zo die het gemaakt heeft. Dus als jij, je kan ons niet vergelijken met hun. Dat is lasting, Isabi. Goedemiddag, meester Singh. U slaat de spijker op zijn kop. Wat betreft democratie in Suriname. Afgelopen week heeft de heer Gayadin vragen gesteld in zaken de 5000 militairen die Suriname heeft. Prompt heeft de voorzitter van de DNA hem de mond gesnoerd en Parmisser NDP deed daar een schepje bovenop. Mag een parlementariër niet eens vragen waarom Suriname zoveel militairen moet hebben? Gaat Suriname een wereldoorlog beginnen? Of zo? Ze kunnen niet eens de Guyanese aan. Belachelijk gewoon. Die heeft gelijk. Surinamers hebben helaas geen lange termijn visie. Goedjes, Roo. Ja. Ik snap niet. Kijk, dat van die militairen. Ik hoop dat het aan het licht komt. Die militairen die er zijn, die functioneren niet, mensen. Die functioneren alleen voor particulieren. Opletten op goudvelden, dat trouwens of voertrouwen goed, dat soort dingen. En ja, daarvoor ben je niet. En inderdaad, ja, als je 5000 militairen hebt, dan met takkeren, oké, okay, Tigri-gebied is zo opgelost. Ik heb 5000 militairen, die haal je militaire uniform uit, ja. Laat die mensen op Tigri-gebied niet weten dat je militair bent, want dat kan gezien worden door Guyanese als provocatie. Maar Jereno, wij gaan beheersdaden ook uitoefenen. Is dat zijn een beheersdaden toch? Maar ik dat dan mis het, want Chicampo of zo. Ja, dat met tang. Ja, maar mina, van wat dan? Ja, jij bent dat komen doen. Nou, miserve ik dat. Dan stuur dan 100 stuks. Maar ik de man doe beheersdaden dat. De met tang, de met bouwen of zo. Bakken jari dan, je kindje in de kombakken. Dan zitten 100 tramilitair go. Dat de meisje ziet dat je in Suriname, dat zijn Surinamers die daar woonachtig zijn. Dus dat gebied behoort hun toe. Maar ja, we doen dat soort dingen niet, mensen. Hoe nee, doe ik. Weet je, dus die militairen die zitten daar niet voor de Surinaamse gemeenschap, maar voor prominenten die aan goudwinning doen. En aan beveiliging, dan is dat de money moest vervoeren, militair. En doen is dat terwijl, ja. Er zijn toch particuliere bedrijven die hiervoor zijn opgeleid. Maar kijk nou, wat voor nonsens is dat? Dat ja, je mag niet over militairen praten, want ja, in het openbaar. Suriname, jongens, je gaat niet over geheimen praten. Je gaat over die misstanden praten. Isabi, meester Singh, volg boos vanstaande app. Wat is de opmerking? Ook mijn DNA-opmerking. Ja, die meneer loopt met dat idee dat hij van de karing, meneer Brontos Omohardio heeft mensen in dienst genomen. Isabi. Meneer Brontos Omohardio heeft mensen in dienst genomen. Ja, kijk, zolang meneer Brontos Omohardio mensen in dienst neemt en hij houdt zich aan de regels, niks aan de hand. Dan mag hij dat doen, Isabi. Maar hij loopt met die dingen, dacht ja, Amant, ik is mijn dienst en dit, dat, al dat soort dingen. Dus ja, mensen, hij is een minister, hij kan doen dit aan dat, maar hij moet zich wel aan de regels houden. Hij moet zich aan de regels houden, Isabi.
Ik heb je laten zien, de man, Sommerhardje wordt getergd en aangevallen door die mensen. Omdat ja, hij moet ze ontslaan, mensen. Hij moet een beslissing nemen, Isabi. Meneer Door Mohammed zit ook met dat probleem. Hij moet ook een beslissing nemen. Meneer Brunswijk, kom je toch gewoon? Basja, oké, hoe ik over? Dus we ook een keer. Niemand, no woman, no piki, boe of ba. Weet je, no one thing, verrekering, vakbondsleider. Allerlei ook iemand, Isabi, want toch zo'n lobby, moet ik zeggen, hoe gaan naar Pede Mango. Brunswijk, kinky, allemaal. Niemand heeft wat gezegd. Ja. Misschien heeft Suriname dat inderdaad nodig. Tegen, Santoki, tegen Brunswijk. Je bent vicepresident, toch? Nou, goed, nou, tegen de man dat hij dacht, hier en nou. Ja, we kinken nu klaar, punt uit. Dan is er duidelijkheid. Ja? Maar mensen, kijk nou. Het is niet goed wat er gebeurt. Maar ja, hier, dat het niet goed is, wil niet zeggen dat je dit moet toelaten, Isabi. Maar, kijk, waren Surinamers niet gewaarschuwd hiervoor? Dat is de vraag die je moet stellen, Isabi. Ik moet wat doen aan dit ding, want ja, oké. We gaan luisteren. Wat we krijgen is namelijk dat op de valreep, op de verschillende ministeries, personen benoemd worden met... Hoor je dat, mensen? Dus ja, hoe ben je samen is het een lange ding? Hoe ben je samen? Ga maar luisteren. Wurgcontracten. Allemaal zaken die niet gezond zijn voor een goed bestuur dat we willen als toekomstige regering. Maar ook namelijk zaken die niet wenselijk zijn. De bedoeling is dat we gaan... Het volk heeft gesproken. Het volk heeft ons mandaat gegeven om te gaan regeren. En we verwachten namelijk ook van de regering, de outgoing government, dat ze ons de ruimte geven om te gaan regeren. Om daar te gaan regeren met de beste deskundigen die we hebben. En dat we een beleid willen uitvoeren met betrokkenheid van een ieder die een bijdrage wenst te leveren. Maar als je nu al in deze fase allerlei personen gaat benoemen in functies waarvan je niet weet wat de kwaliteiten zijn van de personen, waarvan je niet weet wat het regeerbeleid zal zijn en welke richting we opgaan, dan begrijp je dat dit niet wenselijk is. En dat hebben we tot uiting gebracht in onze statement. Maar vallen die benoemingen terug te draaien? We gaan een team van juristen samenstellen en zij gaan al deze gevallen afzonderlijk bekijken. En waar die dingen teruggedraaid moeten worden, zullen we dat moeten doen. En als we rechtszaken van moeten maken, gaan we dat ook doen. Maar het mag niet zo zijn dat met last minute benoemingen en werkcontracten ons beleid ondermijnd gaat worden. Ja. Dat is goed, ja. Ga maar doen, zou ik zeggen. En mensen, het is niet van mij, het is van EBC, Radio EBC van Suriname. Isabi Brand vermelden mensen. Ja. Nou, mensen waren gewaarschuwd hierover. Ja, hij gaat het nog zeggen. Neem het niet, Isabi, werk daar niet aan mee. Je hebt eerder gesproken met de president over de overgang naar een nieuwe regering. Was dit onderwerp ook besproken? Niet in specifieke bewoordingen, maar wel namelijk dat we gaan naar een goede overgang, een soepele overgang met een afneming van een paar aspecten die liggen op de juridische tijdlijn met betrekking tot de verkiezingsuitslag, maar ook de termijnen die er zijn voor verkiezing van een president en een vicepresident. Maar inderdaad, met een soepele overgang willen we ook namelijk dat wij als nieuwe regering de kans krijgen om zo snel mogelijk te gaan regeren. Om datgene wat het volk ons als mandaat gegeven heeft, dat tot uitvoering te brengen. En zulke handelingen kunnen alleen maar namelijk een goede understanding alleen maar een beetje gaan verstoren. En de contracten met terugwerkende kracht en de leningen? Ja, allemaal zaken die we gaan inventariseren. We zijn nog niet in charge, maar het zijn zorgpunten en dat zijn de zorgpunten die we tot uiting hebben gebracht met onze statement. Maar direct na ons aantreden gaan we een team aanwijzen. Dat alles zal inventariseren en nagaan in ieder geval wat in strijd is met de wet en ook wat niet past in het nieuwe beleid wat we willen voeren. We gaan een beleid voeren waarbij wij in ieder geval ook rekening moeten houden dat we uitgaven van de staat zoveel mogelijk moeten gaan beperken. Maar aan de andere kant willen we zo snel mogelijk de problemen van het volk gaan oplossen. Het volk is in armoede, het volk is in onzekerheid. En het volk heeft ons opdracht gegeven om de problemen voor hen te gaan aanpakken. En dat willen we doen. En wat is uw oproep aan de mensen die op het punt staan deze benoemingen te accepteren?
dat ze dat even niet doen. Wacht u rustig af. Als u competent bent, als u deskundig bent, als u een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van het land, gaan we u ook inzetten. Maar gaat u nu niet betrokken raken in een soort contract wat alleen maar nadelig zal zijn voor uzelf. Ja, mensen. Dus je was gewaarschuwd zo'n beetje toch, Isabi. Maar kijk nou mensen, we moeten eerlijk zijn. Hè. Meestal naar de Chiwang Eka straat die corrigeren, omdat ja, ze hebben het hard nodig. Ik begrijp dat, Isabi. Maar ik zeg, kijk, als je dit wil aanpakken, moet jij de grote sleutelfiguren ook niet onbenut laten. Met die verstand, dat is benoemd met onbenut. Het zijn niet alleen de kleine man die een probleem heeft in Suriname. Want je hebt ook dingen. Hoe zit het? Ik zeg recht voor één, recht voor alle. Ja? Op de valreep zijn er benoemingen geweest. Luister maar zelf. En dan moet je kijken. Want deze mensen mag je ook niet laten. Vind ik, Isabi. Mevrouw Van Abbera is geen onbekende in de samenleving. Ik was maar op mevrouw Van Abbera naar Jetana. Het is een of de boyti van Priana. Maar als je Suriname woont, kent u haar. En ik heb gemeen om mevrouw Van Abbera als mijn beleidsadviseur in te stellen. En met name op politiek gebied. Ze ervaren politica. En met name op politiek gebied gaat zij mij adviseren. Zij en ik kennen elkaar natuurlijk niet vandaag, maar we hebben wat vruchtbare gesprekken gevoerd reeds in het kader van haar werk. En de politiek advies aan Manny Segito is om u tegen te zeggen. Het is mij een waar genoegen om u dit over te handigen, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Ja, is ook op de Valerie benoeming. Wat doe je daarmee? Moet je alleen die kleine man gaan lastigvallen? Ja, dat kan toch niet, mensen? Is dat weer? Goed. Er zijn nu, van de karik, talloze van deze figuren. Bouva is ook op de valerie benoemd. Wat doe je met hem? Wat doe je met hem? Dat is de vraag, weet je. Ga je alleen voor de kleine man of ga je ook voor hem? De huidige regering die binnenkort de macht moet overdragen heeft op de valreep een aantal benoemingen van sleutelfiguren doorgevoerd. Zo heeft de benoeming van Dave Abbeleven tot directeur van de Energieautoriteit Suriname veel stof doen opwaaien. In zijn nieuwe functie komt Abbeleven in aanmerking voor een bezoldiging van 45.000 SAD per maand. Abbeleven is ook directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarnaast heeft president Bouterse minister Ronnie Benschop van Defensie bevorderd tot generaal-majoor. Dit vanwege zijn opmerkelijke verdiensten, discipline en nationale opstelling, meldt het Nationaal Informatieinstituut. Verder zijn nog eens 4 personen door de president beëdigd tot leden van de Rekenkamer en het Centraal Hoofdstembureau, CHS. Het gaat in deze om een lid en 2 plaatsvervangende leden voor de Rekenkamer en een lid voor het CAS. Ook zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van directeuren en onderdirecteuren van de verschillende ministeries aangepast. Ja mensen, wat doe je hiermee? Ja, dat is de vraag. Weet u, want ja, kijk, ga je dit laten of ga je zeggen nee, recht voor één, recht voor alle. En ja, en, ik zeg, mevrouw Van Ommeren, ja, je bent beleidsmedewerkster of adviseur van Missikaba. Dat heeft hij gezegd, toch? Is goed, ga maar werken voor Missikaba, maar niet voor de Surinaamse staat. Surinaamse staat heeft jou niet nodig, ja. We gaan nog eentje luisteren, hierover. Even kijken hoor. Dit is meneer August Boudewijn, hij gaat een beetje praten over die last minute benoeming ook. En dan heb je een bepaalde indruk van hoe het gaat. Natuurkundige August Boudewijn typeert de last minute benoemingen als toetje.
Het lijkt er sterk op dat de aftredende regering bepaalde mensen een soort beloning wil toekennen. Daarom moet er heel gauw een wet demissionariteit tot stand komen, zegt hij. De wet zal voorkomen dat een regering na de verkiezingen nog door kan gaan met het nemen van bindende beslissingen. De nieuwe regering wordt dan gedwongen om deze uit te voeren. En dat is dus onbehoorlijk. Dat is niet juist. Wanneer je bijvoorbeeld zou zeggen, nou, er is een wet, demissionariteit, 5 maanden voor de verkiezingen mag je geen bindende beslissingen meer nemen, dan kan je wel de lopende zaken afhandelen. Stel je voor dat je bezig was met de voorbereiding van de bevordering van mensen, dan ga je daarmee doorgaan. Maar nieuwe beslissingen die je eerder niet hebt voorbereid, kun je niet meer nemen. En dat is wat nu gebeurt. Niemand weet of deze zaken die men nu doet, niemand weet of de leningen die men is aangegaan enkele maanden terug, of begin van dit jaar met particuliere instellingen en met banken, of die reeds waren voorbereid. Maar die bindende nieuwe organisatie, die nieuwe regering die komt, die wordt gebonden, want je moet die leningen afbetalen. Naast dus de grote problemen die we hebben op financieel-economisch gebied. Men houdt daar helemaal geen rekening mee. En dat vind ik onbehoorlijk. Dat is niet juist. Het past niet in een ontwikkelingsland waar je nu op dit moment grote problemen hebt op economisch gebied. We kunnen niet eens Oppenheimer betalen, waardoor we zelfs in een default status komen. Alle soort zaken moet je toch wel nadenken voordat je dus deze beslissingen neemt. En nu ga je mensen benoemen. Je gaat mensen bevorderen aan het eind van de rit. Maar wie gaat dat betalen? Dat zijn wij belastingbetalers, want de lonen van deze mensen die verhoogd zijn, dat zijn dus allemaal bezoldigingen die op het konto komen van de belastingbetaler. Boldewijn zegt verder dat voor 1987 regeringen na de verkiezingen demissionair waren. Dat is in 1987 gestopt bij de introductie van het semi-presidentieel systeem. Bij dit systeem heeft de president de uitvoerende macht en de ministers zijn als het ware zijn secretarissen, verduidelijkt de bestuurskundige. Vanaf de introductie van dit semi-presidentieel systeem is dat ding van demissionariteit weggevallen. En daarom zeg ik, er moet een wet komen. Net zoals een wet openbaarheid van bestuur. Die wanneer de regering weigert om informatie te geven, en de afgelopen jaren hebben we dat gezien, dat men gewoon verkeerde informatie doorgeeft aan het publiek zelf. Aan het parlement geeft men verkeerde informatie door, dat de rechter die juiste informatie kan afdwingen van het parlement. Behalve in die gevallen waarbij een buitenlandse mogendheid in problemen zou komen door die informatie te verstrekken. Maar de rechter kan dat afdwingen. En dit soort zaken moet nu gebeuren. Ik verwacht dus van deze nieuwe regering dat ze tenminste deze 2 wetten doorvoeren, hoor. Want ik heb hier moeite mee, hoor, mensen. Kijk, dat, hij zegt van in 87 is dat ding afgevoerd. Ik ben het niet tegengekomen in dat ding, maar dat zit in onze hoofden. Isabel, if you want to do what's on, kan je altijd verschuilen achter bepaalde zaken. Dit heeft te maken met beschaving. Wanneer jij, look at Sanif Trump. Trump kan geen grote beslissing meer nemen, omdat hij gaat dan een spaak. Die komt nog op plek gevaarlijk, Isabel. Een man, saboteer dan. Dat heeft te maken met beschaving. Hey, Jeremy Lassie, want Tramon kon. Ik let alleen maar op de toko. Ja, ik doe verder niks. Isabel. Minego doet het niet. Want hij moet het komen overnemen. Dat, zo gaat het. Ja. En mensen luisteren dan. Kijk. Elke regering, om zijn beleid uit te voeren, die gaat zijn eigen mensen zetten. De NDP doet dat ook. De ABOP, de VHP, NPS, allemaal. NPS bijvoorbeeld. Ja, de man kies van ministerie. Zij rekenen dat de man doet hem ook wel HVB. Je hebt kennis en kunde, jong constant. Dat is toch ontzettend, mensen. Dus dat gaat hem niet worden, of omgekeerd. Ja? Het is mens eigen, maar het is ook mens eigen. Dat je hier en ook kijkt,
je moet gaan voor de hoogst gekwalificeerde. Je noemt ook je familie of een neef of een brother. Nou, dat moet je niet doen. Maar binnen jouw gelederen moet je kijken van wie is de meest geschikte persoon die ik op deze functie kan plaatsen. Isabi. Hoe collega van wordt nepotisme en dat is aan dat. Maar ja, ik heb altijd al gezegd dat is er zie dat mensen geheugen is. Dat hij de mij doet als aan die, omdat het met vertrouwen te maken heeft. Of hij niet vertrouwen is, maar. En hoe Sabi Fassenande. Kijk, in Suriname, je kan kletsen. Ik ga het openlijk zeggen, je kan kletsen wat je wil. Ja? Wij hebben te maken met onbeschaafdheid. Look de man voor HVB. De man bij de PL. De man gebruikt alle dingen, faciliteiten voor PL. Alle de monies aan PL. Investeer in propaganda. In propaganda materiaal, trui. Noem maar op de vergaderingen, al die dingen. Ja. De verkiezingsuitslag. Dag. De man begint tak naar Bouterse. De man steek over. De man gooi. Dat heeft te maken met onbeschaafdheid van het Surinaamse volk. Je maakt misbruik van mij, je gebruikt alleen de money van mij. Maar ja, dat tik ik me op een hoek. Isabi, dat ik wil doen, allerlei redenen verzonnen, prima, is jouw zaak. Ja. Dat de man dat kon die money ook toe, Bouterse, naar iemand toe, die zijn money. Ja. En dan, kijk, dan denk je dat ding voor, nu ga je krijgen, ja, ik ga naar de rechtbank. We gaan een rechter meeslepen nu in deze ellende van de onbeschaafdheid. Hoe zit het daarmee? Nou, dan ga je nu de voormalige president Aman Bouterse op beïnvloed aan de rechter. Dat je, hè? Ja, maar man is van hoe doen, als om die meerderheid, dingen heb je zo. Dus ja, sap zij doen. Isabi mensen. Dus al dit soort dingen, zo sleept iedereen zichzelf ermee in, deze verval. En daarom zie je de onbeschaafdheid die we als Surinamer hebben gecreëerd. Dat is maar één voorbeeld hoor, van dingen. Ja, kijk nou, dan ga je vervoer bijvoorbeeld kasreserve. Je steelt geld van de bevolking. Ja, dan krijg je een splitsing, want ja, de ones heb je nou. Is die zo dat ik het al is er boek op sani en boek op dollar. Nee, begrijp hoe het komt dat hij amandisman doet de sandati. En nee, begrijp ik. Maar het trouwens, sambe, kibrek chimoni ge uru de, isabe. En si tak jongen, mi mori gwe, no span. Ja, we maken een valuta wet dat ja, je mag geen Amerikaanse dollar hier, heb je Surinaamse dollars, alsjeblieft. Gwe. En wanneer mensen gaan protesteren, dan krijg je nu tegenstrijdige berichten. Want ze gaan die kleine man opvoeden met dat ding. Dat hier, nou kijk, de man dat hij, de man dat hij kies goederen boem kopen. Ja, we willen, iedereen wil goederen hebben die betaalbaar zijn. Maar je noemt vooral money de man, zei Wurokoga money. Je moet zelf geld gaan verdienen. Kijk maar nu. Deze regering heeft om twee financiële maatregelen te treffen. Eén is om die douanekoers, Isabi, te verhogen naar 14 in plaats van 7. Het levert je geld op. Ja. En die andere, government take. Iedereen was boos. Maar ja, het levert vruchten op. En is het zo monico, je hebt ademdingen, ruimte. Je kan dan dingen gaan doen, bonussen gaan geven. Dat had je niet moeten doen natuurlijk, sparamoni. Maar ja, ik begreep dat je dat geld weer wil geven, weggeven. Omdat zeiden mensen, 300 SRD is 300 SRD. Want ik zeg tegen Surinamers, maak je borst maar nat. Maak je borst maar nat, want ja, dat Surinaamse dollar is in vrije val. Ik zeg je dat. Mee aan de econoom en toch meer tegen je aan dat Surinaamse dollar is in vrije val. Waar regeren nou, hoor harmonie? Hoe praten mensen, waarom? Omdat 300 SRD, wat jij deze jaar nog mee kan kopen, aanstaande januari kan je dat niet meer doen. Isabi, je noemt schrikkie, TOC, dat je die prijzen gaan zodanig droppen. Ja? Dus bereid je daarop voor.
En dan zegt de regering, ja, daar zit ik met miljarden SRD. Ik heb er niks aan ook. Omdat ja, ik ook veel geld moet uitgeven. Dan geef het maar nu aan de bevolking. Laat ze dat dingen kopen ermee voor zichzelf. Maar na 1 januari is dat ding zodanig... is dat toch geldontwaarding aan mensen. Akolas waarde. Dat je moest gereden maken in plaats van 300. Als je gereden, moet dat jongen. Na bus money, jongen, om je een paar gas aan te zien. 300 SRD. Terwijl je nu nog kan doen, dat je jongen. We kunnen toch nog een paar dingen halen daarmee. Maar na het jaarwisseling ga je zien wat in Suriname gaat gebeuren. Dus mensen, ja, ik begrijp dat. Maar ik ben daar voorzichtig mee, want ja, je zit met dat racistisch element. Tukuliman, ik dek me kan daar. Terwijl, ja, de helmet zijn toch, heb ik altijd gezegd. Isabel, ik ken die man niet. Nou, dat is aan dat hij, ja, laat hij gaan werken voor Suriname. Ze hebben, hoe heet het, daarvoor heeft zich kandidaat gesteld. De man, een grote groep kies ging. En een grote groep ook weer niet. Maar ja, nee, die moet er maar leren leven. Is net als Biden en Trump. Ja, die Trump-aanhangers willen er niet aan gaan geloven. Hoe eerder jij je kop bij elkaar zet en zegt van... Oké, wat we've come, doe me hier naar de sanatie. Hoe sneller je leven weer op orde komt. Maar als je gaat tegenwerken, vooral die vakbondsleiders... naar de one dat die takeren, oké. Dat we poeri, ja... We dag je uit, if you stop on money, dan maar je op een bakken. Want ja, er komen op straat massaal protesteren. En alles. En ja, als dat het is, dat iedereen zit te bedreigen, dan zijn we gewoon terug bij af. En als je als vakbondsleider, je carrière vakbondsleider, dat je dreigen, ook die meneer Salons, die meneer Dingen, hoe gaat, is dat weer. Ik kan een ultimatum naar de sanatie en zo is dat. Ja, je weet niet dat jij een onderdeel bent van de vernieling van het land waarin je woont. Als je dat niet doorhebt. Kijk, je moet staken. Maar wij zeggen ultimum remedium. Het laatste redmiddel. Dan pas ga je dat zeggen. Isabi. Kijk, ultimum remedium. Is een term in strafrecht, hè, mensen. Kijk, unigo strafi. We gaan het pas doen, te doen, los aan een voorbereiding, informeren, isabi, begeleiding en noem maar op. Maar als je toch in de fout gaat, ja, dan krijg je ultimum remedium. Ja, brada, dat is schrotooi, strafrechtelijk. Isabi, gaan we je vervolgen. Maar kijk, als je staking zomaar gaat inzetten, toepa draai ik aan statie corrigeren, isabi, dan gaan we dat. Ja, dat kan, isabi. Maar kijk, in georganiseerde landen, dan heb je vakbondsleiders die komen praten aan tafel. En zo'n bedrijf, zo'n organisatie, die legt alle papieren bloot. Kijk naar meneer de vakbondsleider, dit is hem. Dit is dat financieel plaatje. Waarom kom ik tot een loonsverhoging van zoveel procent? En waarom kan ik jou wensen... dat je vraagt dat ik tenminste zoveel moet geven aan loonsverhoging. Waarom kan ik daar niet aan voldoen? Kijk maar. En als we het wel doen zoals jij dat wil, dan moet jij ook aan die mensen gaan uitleggen. Van moet je luisteren, kijk nou. Dat bedrijf gaat moeten sluiten. Want ja, we gaan niet kunnen draaien als we zo hoog veel geld aan loonkosten moeten gaan besteden. Wil je dat? Prima, dan doen we dat. Ga dat maar vertellen aan je mensen. Van ja, kijk, ik heb onderhandeld voor mensen. Jullie krijgen loonsverhoging. Ja, maar in die tussentijd moet er wel 1000 man afvloeien. Ja, ik wens je veel succes. Want ja, die 1000 mensen die moeten afvloeien. Die gaan het je niet in dank afnemen. Kijk, lukken van Bakkerij Dutori. Ik ga kostbakker Lexan. Lukken ze aan KLM. De man, dat moet je luisteren. Ja, wij gaan niet mee hoor. We gaan ze staken, we gaan protesteren. Bakker tegen je openen, kijk nou meneer. Jij krijgt geen 3,5 miljard van ons. Als je nou teken en je nou doet mee om deze reddingsplan in te zetten. En deze plan die uitgerekend is, berekend is, beredeneerd is, alles wat ze aan je. Ja? Het allerbeste is
voor deze maatschappij waar jij werkzaam bent. Isabi Peorko. If you don't want to join, ja, dan doen we het zo. Dan kijk, dan geef ik geen financiële injectie aan KLM. Dan zie je dat KLM komt dan in de rode cijfers en ja, gaat failliet raken. Dan heb je sowieso geen werk. Dus je bekijkt het maar. Isabi. Mensen, je moet dit niet als pressiemiddel gebruiken natuurlijk. Dan denk ik, niet, dan kan ik failliet, dat is dat niet. Ja, nee. Maar als je dat ding goed kan onderbouwen en je hebt een groep mensen die zegt, ja, maar ik wil geen salaris inleveren, jongen. Zo op je dat ding, dan is dat dat je komt niet uit. Ja, je moet op de long term kijken. Kijk, wil jij door blijven werken dat je verzekerd bent van een bepaalde salaris elke maand? Anofiti, anosari, maar je hebt regelmatig inkomen en naderhand, dan zal je een wanneer het goed gaat, beter gaat, dan heb je ook giwa extra. Dat kan je afspreken in CAO. Maar daarvoor heb je goede vakbondsleiders voor nodig. En dat man die zijn corrigera straat, ik kon toch wel lonen, zes jaar. En dat iedereen vindt man boos. Jongen, man, dat is anders, jongen. Ja, sorry, de pura minister, alle deze. Ja, je koopt er niks voor. Totaal niet. Isabi, wij hebben het ding zelf gecreëerd. Ik zeg één ding, kijk nou. Recht voor één, recht voor alle toch. Isabi, if je ziet een die het moeilijk hebben, die, waarvan we zeggen tegen je, nou, kijk, je moet. We moeten hier wat mee en eigenlijk een one day man. Ik heb je laten zien van dat ding van Brunswijk. Hé, Basha, we kinky. Nou, zeg nou maar, hoor dat ik had in het eigen ding. Gewoon dat kijk nou mensen. We voelen met je mee, maar nou maar, payu aan ik go. Je hebt geen werkplek. Ja, hoe is het mogelijk dat je kiest van salaris? Je hebt een beschikking, al die dingen, maar nooit die kaworoko. Want er is geen werkplek voor jou. Dat laat toch iets zien dat je van zijn nek klopt, jongen. Hè? De man tik je in dienst. De man geeft een beschikking. De man geeft een salaris. Maar te lee, als je de man tak, ja, pay work. Ja, minusabi. Soort afdeling. Ja, minusabi, want ja. De man ook karmi, want ze hebben geen werkplek voor mij. Ja. Maar je hebt wel een beschikking gehad, je hebt wel een arbeidsovereenkomst gehad en je hebt wel een salaris gehad, maar je hebt nooit wat uitgevoerd. Dan kan je die persoon niet kwalijk nemen. Ja, deels kan je haar of hem wel kwalijk nemen, omdat ja, die mannen zeggen, je moet niet meewerken. Kijk, wanneer een regering of een minister zegt van, jongen, de hel met Suriname, jongen, minister Pam, met de keer in dienst. Want ja, ik heb opdracht gehad van Bouterse, van moet je luisteren, kijk, zoveel mogelijk traineren, mensen in dienst aannemen, maar ik denk, de nieuwe regering het moeilijk krijgt, dan ja, mee ben moest doen, klaar, punt uit. Dus ja, ik neem maar mensen in dienst. Goed zo, kan, het kan toch mensen, maar ik zeg je, kijk, dat onderscheid moet je niet maken. Als je ziet dat mensen als Bova, Patricia van Ommeren, Bensdorp of Benschop van Manning, al die dingen moet je ook terugdraaien. Laat zien dat je niet alleen de kleine man aanpakt, maar ook de grote. Ook de grote jongens. Mensen, even nog een klein stukje van dingen. Hoe heet het? Alle op de valerie benoemingen, ja, die zijn genomen. Ja, die moet je gewoon aanpakken. Dan laat je aan de bevolking zien van Django. En dan heb je een mooie kiesie. Nog een klein stukje van Boudewijn, hè? Anders gaan we met diezelfde gebakken peren zitten. Ja. Boudewijn zegt dat het eventueel terugdraaien van deze benoemingen van bepaalde omstandigheden afhangt. Hij neemt als voorbeeld de benoeming van Melvin Bouva tot beleidsadviseur. Goed zo, Melvin Bouva als beleidsadviseur. Wat is het verschil tussen die kleine man die bij sommige harde staat te protesteren en Melvin Bouva? Het is er niet. Beide zijn ook aangenomen toch? Ja, en omdat Abtjiman, Abi van de Karing, weinig contacten naar de Sandati. Abtjiman, Abi is zo'n vakbondsleider. En die vakbondsleider, ik begrijp het ook. Hij voelt zich onder druk gezet. Hij moet zorgen, want hij komt op die belangen naar de Sandati. Ja. Maar dat krijg je wanneer je scholing ontbeert. Ja,
wansi, want vakbond zei John voor Gary bedreigen te gaan. Dan loopt de man dat die. Daarom zie je vaak vakbondsleider in Suriname zijn meestal van Creoolse afkomst. Isabel, ja, want toen hebben ze die wang. Maar ja, die zijn niet zo op de voorgrond na de wang dat die, Isabel. Die zijn, ze zijn op een hand te tellen, goed dat je zo, Isabel. Maar, hoe loopt dat aan dat die, Abrajari, Isabel? Dat, ja, maar dat is ja, maar regeren, ja, maar, ja, maar Isabel. Maar, als dat niet, je moet je gaan Parijs, mensen. Je moet proberen mee te denken, zodat deze mensen verzekerd zijn van een boterham. Lekker de man Fufai. Om een jaar de man protesteert. Zie dat aan het ontstaan van het bedrijf, dat mij moeilijk. Isabel, altijd is er iets dat we staan. Ja? Onderwijs, we staan. Zo zie je dat je een gemeenschap totaal vernietigt. Als je niet wilt, dan gaan we staken. Ja, nou, moet je luisteren, mensen. Kijk, if you know, pura kinka mentaliteit, die zie, ga je problemen krijgen hoor. Wat zegt hij over boven? Want hem kan de desbetreffende minister elk moment aangeven dat hij de adviseur niet meer nodig heeft. Ik heb die adviseurschappen op. Ja. Toch is het zo dat je, wat ik heb begrepen, is dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken er een soort formatie is. Hè? Kijk, artikel 7 van de personeelswet zegt dat er op alle afdelingen van ministeries een formatie moet zijn, aangevende hoeveel mensen op dat ministerie of die afdeling mogen zitten, van welk niveau ze moeten zijn, welke functies ze zullen uitoefenen, wat ze zullen verdienen, enzovoorts. Ja. En nu begrijp ik dus dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken er zo'n afdeling bestaat waar dus deze adviseurs gerangschikt zijn in niveaus. Ja. Dus niveau 1, niveau 2, niveau... Ik hoor daar nu pas iets van. Bestuurskundige August Boldewijn in een telefonisch interview. Hij wijst er nog op dat een adviseursfunctie slechts ter ondersteuning is. Wat er... Ja mensen, kijk nou. We weten het. De minister kan gewoon tegen je zeggen. Kijk, luister, ik ga die arbeidsovereenkomst ontbinden. Voordat ik daar naartoe kom, mensen krijgen een arbeidsovereenkomst. Een overeenkomst om arbeid te verrichten. Ja, elke overeenkomst kan je ontbinden. Isabi. Maar even een paar appjes, want ja, het loopt weer vol, mensen. Even kijken hoor. Meneer Singh, meneer Anil Prasad Lachman wil 15 miljard dollar investeren in Suriname. Hij heeft alle stukken al ingeleverd, maar hij hoort nog steeds niets van de VP, Brunswijk en van de president. Hoe kan dat? 15 miljard, ik zou zeggen, alle problemen is zo opgelost. Met 15 miljard in Suriname, ja. Suriname, noem ik iets maar bij die met 15 miljard. Nou, dat is dan dat hij ons voordat je denkt. Kijk, als dat geld kosher is, niks aan de hand. Maar ik heb een paar dingen gelezen, want het betreft Aziatische investeerders die geld willen investeren in Suriname. Maar ik zeg je eerlijk, van moet je luisteren, kijk nou. Laat Suriname goed en goed uit zijn doppen kijken. Goed, Isabel, noem ik de man Brini, dacht, ja, 15 miljard, al je problemen zijn opgelost. Nou, dus dan, dat is moeilijk, mensen, no doing. Want ja, je gaat vreselijk veel problemen krijgen, Isabel. Laten we eerst dat ding van Oppenheimer goed onderzoeken, ja? Voordat we beginnen met investeringen, Isabel. Laten we eerst intern op nationaal niveau gewoon de tijd en rust nemen. Dat hey, hier in Oppenheimer, je kon me niet onder druk zetten. Ja? Nee, ik neem mijn tijd. Ik ga rustig even alles evalueren. Alles onderzoeken naar de man dat hij. Isabi, ik laat me niet onder druk zetten door niemand. En ik ga kijken. En ja, je weet toch. Je moet zo zien. Suriname is nog uitgeslagen uit Doina Oeko. Ja? If you no hori. Als nou maar een scheidsrechter zei, hoor je tegen. Dat ja, even, geef die man acht tellen rust.
hou op even, je gaat daar in die hoek staan in Econak Moro, isabi, dan de one dat hij. Ja, de referee, je hebt op het napoe, Sani, en IMSA referee, IMF, laat de IMF Suriname ondersteunen, mensen. Isabi, laat die samen met Suriname een programma ontwikkelen. De jongen, biggie brada zijn over je schouder heen. Hé, hey, doe dit zo, doe dat zo. Want kijk nou, als Somo Harjo, als Noor Mohammed en als Santoki niet de stap willen ondernemen om duidelijkheid te geven aan, over het personeel, dan ga je zien dat de IMF ze wel een trap onder hun kont gaat geven om te zeggen, nee, jij gaat bezuinigen, jouw ambtenaarapparaat, je moet gaan inkrimpen, je moet gaan bezuinigen daarop, je zal mensen moeten doen. Liever Jutiki Agrani dat hij voor tak kijkt in de geschiedenis, heeft maar één president het gedurfd. Ja, ondanks alle protesten, ondanks alle Sani, Isabi, heeft deze president het gedurfd. En ja, dan gaan er allerlei stakingen komen, alles ja. Maar Suriname, heb jij een ander alternatief? Want trouwens kan Koyar een tikkie in dienst. Kijk wat Bouters gedaan heeft. Een tikkie in dienst toch? Maar Loewegwe, want dan een paai, een manpaai, Isabi. Wees daar voorzichtig mee, Isabi. Even kijken hoor. Ter info, meester Singh, ter info. Op dit moment is Guyana bezig in Tigri om een school te bouwen. Dus die supercommando's van Suriname zijn te laat. Ja, ik zou zeggen, ga er toch naartoe, want het is betwistgebied toch. Laat ze gaan, Isabi. Goedemiddag, meester Singh. Over de kwestie benoemingen vind ik een zeer slechte ommezwaai. Je kabinet alle mensen uitslaan die daar zeer goed werk verrichten. Dat werkt nepotisme in de hand. Als ik hoor wat er allemaal rondroept op de verschillende ministeries, is het Binnenlandse Zaken Klein-Indonesië, kabinet van de president Little Bombay, ROG is Klein Marowijne. En dat is een trap na van al de mensen die zo hard hebben gestudeerd. En nog, ja. Heel jammer, maar ja, het is zo. Weet u, dat is de dingen van de mentaliteit die we hebben. Die we op nahouden, mensen. Isabi. De heer Singh, ze zijn niet alleen onbeschof. Ze liegen en bedriegen. Ze hebben geen zelfrespect en hebben geen stuk verantwoordelijkheid. De Surinamers zijn hebzuchtig en willen alles gratis hebben. De goeie niet nagesproken. Ik heb echt een hekel gehad aan die mensen daar. Ze zitten vol streken, Carmelita. Daar kan je dingen hoor, Isabi. Je toeristenkaart. Hij gaat voorlopig niet, de Mograbi. Uw vraag van, wat doe je hiermee? Als je het aan mij vraagt, zijn de onrechtmatige daden die je juridisch makkelijk kan bewijzen. Maar je moet het wel willen. Doe je dat niet, dan geef je aan dat dit een Bouterse drie-regering is. U zegt dat dit met beschaafdheid te maken heeft. U zegt dan tegelijkertijd dat Santoki onbeschaafd is, gezien de invullingen van cruciale functies binnen deze coalitie. Ja, dat zeg ik ja. Weet je, het heeft met onbeschaafdheid te maken. En als Santoki zo doorgaat, dan heeft hij ook een bepaalde mate bijgedragen tot onbeschaafdheid. Ja. Mijn vraag aan u is, gezien de gang van zaken momenteel in Suriname, hoe zal de IMF hiermee omgaan? Ik kan u één ding verzekeren, die IMF gaat iedereen een tap onder hun kont geven. Weet u, van ja, moet je luisteren. Kijk, die mannen die rondlopen te zwaaien, 15 miljard, doe maar. Je gaat zien wat ze met je gaan doen. Dat zijn die jongens die weten, net als bijvoorbeeld SLM, is een bedrijf, dan investeren ze daarin, dan knippen ze het op en dan verkopen ze bepaalde dingen, net als die rechter. Kijk maar wat er gebeurt met de olieboringen van Suriname toch. En zo is er een nieuwe speler op de markt, Shell. Ze verkopen het gewoon. Ze komen met geld en ja, ze investeren het zogenaamd. Ze doen dat niet, mensen. Hou op daarmee, Isabi. Even kijken hoor. Dus laat je niet bedonderen door dit soort dingen. Even kijken. Ja. Want het is duidelijk dat de Surinaamse regering meedoet aan geldwitwasserij.
Is het ook mogelijk dat de IMF door deze fraudeleuze handelingen van de regering een beslissing neemt om Suriname niet te helpen? Ja, wanneer jij je niet houdt aan de spelregels zoals die worden afgesproken met jou, is dat als schuldhulp, mensen. Dat is maybe gewoon met kipina. Ga die 15 miljard maar nemen. Wanneer je op een blacklist komt te staan, dan heb je ja, een probleem voor jezelf gecreëerd. Wanneer geen ene land, net als Amerika en Europa hier in Nederland, zegt, ja, maar jouw geld mag je niet hier zo naartoe brengen. Ja, sorry. Dan bekijk je het maar. Dus IMF kan ook zeggen van, ja, nee, we helpen je niet. Want je kan duidelijk zien dat Santokki geen tegengas geeft tegen de corruptie en de boeven. Sterker nog, hij werkt met ze mee. Ja, het gaat om duur komen te staan. Als men denkt dat de problemen in Suriname met 15 miljard is opgelost, dan zijn ze zeer achterlijk. Suriname heeft een moreel en ethisch probleem. Dat is hem. Dat is hem, Isabi. Dat met geen geldbedrag is op te lossen. Als je als diaspora je geld gaat investeren, ben je in no time een ontspoorde dia. Ja. Nou, we hebben een ethisch probleem, mensen. Dat is dat ding. Ja, deze meneer gaat een beetje moeilijk doen. Kriolen hebben nooit leren werken. Dat geld is van vrienden van Sarjo en andere Surinamers. En er was ook ene kanhai bij uw collega Pinas, die ook 5 miljard had om te investeren. Kanhai, die ken ik niet, mensen. Heer Singh, Mickey Oppenheimer gotaki nanga fijay kerpalani fosi. Na kerpalani, Jeppie Boutersen nanga lening die ze. Je hebt helemaal groot gelijk. Kijk nou, dat probeer ik aan mensen uit te leggen. Kijk, fijay kerpalani, Sarjo, Mark Waldijk, ja, ga maar doen. Jullie hebben dingen. Was jij gerechtig en was jij bevoegd om te onderhandelen met deze mensen? Ja, moet je luisteren. Ik neem het niet op mijn rekening, hoor, mensen. Ik scheid ermee uit. Weet je, ga maar daar zo mee praten, ja. Isabi, jij hebt Suriname niet verbonden. Je hebt jezelf verbonden. Je moet het zodanig kunnen doen, juridisch, dat je zegt van, moet je luisteren. Meneer Vijay Kerpalani was niet juridisch gerechtig om namens de staat Suriname te praten. Dus mensen, obligatiehouders, ja, ik vind het heel erg, maar ik kan er weinig aan veranderen. Je hebt een contract met hem als persoon. We gaan leggen beslag op je winkel. En mensen, onderschat dit ding niet wat ik zeg, hè, Isabi. Ik kan jou bewijzen dat bijvoorbeeld dat ding van Misakaba, één voorbeeld, of van boven. Degene die hem in dienst, of meneer Noor Salim, hij heeft mensen in dienst genomen. Ik kan je bewijzen dat als je het goed weet te spelen, juridisch, dan kan je het zodanig doen om door te zeggen, kijk, al deze mensen die door meneer Noor Salim zijn aangenomen, ja, die zijn niet door de staat aangenomen. Meneer Noor Salim, die heeft de staat niet vertegenwoordigd. Dus er is een overeenkomst, er is een contract, maar dat contract is tussen meneer Noor Salim en jou. Niet met de staat. Heeft de staat niet verbonden. Ik kan je bewijzen dat het juridisch kan. Weet u, even kijken hoor. Goedemiddag, meester Singh. Ik luister naar dokter Bakker, medisch praatje. Mico Weri voor Politiek Suriname. Fijne uitzending. Zit hij tot 8 uur? Nee, ik ga zo weg. Ik zit niet tot 8 uur. Ik ben zo weg, mensen. Isabi, nog mijn grapje, hè? Even kijken. Ja, oké. Okay. Goedemiddag, ik heb het interview van jullie beluisterd met de heer Weert. Ik zou graag met hem in contact willen komen. Hoe zou ik hem kunnen bereiken? Groeten, mevrouw Boudewijn. Even kijken, Weert. Ik ken hem niet, hoor. Isabi, dan moet u bij meneer Pinas wezen, denk ik. Meneer Singh, die man van 15 miljard is een oplichter. Hij heeft toch de kunst opgepleegd. Ik weet het niet. Ik zeg je eerlijk, ik weet het niet. Maar ja, iemand die tegen mij zegt dat hij 15 miljard in Suriname wil investeren, die zou ik een rondleiding willen geven op Cultuurtuin. Want in mijn tijd hadden we daar een mooie instituut. Dat ding heette LPI.
Isabi. Want ja, sorry dat ik het zo cru zeg misschien, maar ja. Amanobune ede, Isabi. In het Chapine ede, dat investeert 15 miljard in een land als Suriname. Dat zeg ik ook tegen die mensen die die obligatie hebben gekocht van Suriname. Als je dat prospectus leest dat Suriname heeft uitgegeven, dan iemand met een klein beetje verstand, die weet al dat je, hey, ik moet niet niets gaan kopen hier. Want ja, meneer, op mijn obligaties, ja. Dat ding is lastig. Je gaat toch niets kopen van meneer Obiang in New Guinea? Nee, ik bedoel, dat is aan dat hij toch, Equatorial Guinea. Dat doe je niet. Je gaat geen geld investeren in Zimbabwe. Laat zijn ze dan, weet je mensen. En het is moeilijk. Voor mij vooral is het moeilijk, omdat ja, ik ben geboren in Suriname. Ik ben getogen in Suriname. Ja. Mijn vader, mijn opa is ook geboren daar zo. En dat toch, mijn kotei zo'n sani. Het is niet prettig. Maar mensen, kijk nou. Het is wat het is. Ik kan de feiten niet gaan draaien. En je ziet toch, er komen een hoop oplichters op Suriname af. Omdat de man Sabi Suriname ligt nog uitgeslagen en heeft hulp nodig. Heeft hulp nodig van die referee, de IMF, om hem te beschermen. Tegen dit soort criminelen die ja, allerlei nonsens komen doen. Maar als je inside zelf, Isabi, mensen als Brunswijk hebt die dat toestaan, dat meneer Chotelal de staat oplicht door geen invoerrecht te betalen op de aardappelen. En dan ja, dat ding goedkoop te verkopen. Oh, allemaal een jam op dat jaar. Nou, ik ga een jam in, maar we hebben een paar dubbele dwars. Want ja, Theo Siki gaat er geen medicijnen zijn. Ja, waarom? Ik heb geen dollars, jongen. Want ja, meneer Chotelal heeft aardappelen ingevoerd. Hij moest betalen. Hij heeft niet betaald. Dus ja, Unuman bij paracetamol. Ja, in een bari. Want ja, je hebt toch goedkope aardappels gehad. Dat wilde je toch? Isabi, in zijn naam, in collega, voor dag en dag, jongen, kom worka, worka, die screen. Kom worka, screen, hoor. Kom worka, zijn screen, maar uno, wani, we willen niet. En daarom gaan we nooit vooruitkomen. Mensen, kom met een oplossing. Kom met een oplossing. Laat mij je vertellen wat ik zie als oplossing voor Suriname. Kijk, ik vind dat Santoki, vooral als je weet dat je met iemand als Brunswijk in een regeercoalitie zit, moet je even voorzichtig zijn, ja. Ik kan doen wat San San Brunswijk gaat doen in Sani, in het binnenland, dat ja, basha we kinkjes, maar Isabina gaat doen dat. Goed, je moet dat ook niet accepteren, maar ik vind het een laaghartige streek van de vakbondsleider dat ze daar niet durven hun mond openen, Isabi. Ik ben daar geen voorstander van, hoor. Isabi voet tegen Brunswijk, dat kom. Ja, na foto dat op schrik ik hier, maar ook toen dacht ik, ja, hoe allemaal zijn ontslagen. Nee, kijk, ik begrijp Surinamers niet. En ik hoop dat wat ik nu ga vertellen, Surinamers dit ding ter harte nemen. En net als wat meneer Dennis Lapar heeft gezegd. En mensen, laat mij het openlijk zeggen, une sukugrani, une wanasandati, ora grani gisrevi. Maar als je wat kan leren uit onze inzichten, en je kan het gebruiken, prima. Nou, onze inzichten hebben daartoe geleid. Taki, luister, kijk nou hoeveel dat salaris is opgezet. Ja, onze echte inzichten hebben geleid dat ja, Suriname denkt erover na om die 100 SRD-biljetten te gaan ruilen, toch? Ja, is toch mooi? Ja, je put af fiat, dat is dan niet gelijk dat voor die mensen die dat komen doen. Ja. En als je denkt dat je andere mensen gaat misbruiken, die mensen gaan het ook moeten verantwoorden. Feilu konamoni. Ja, maar goed, dus hoefdraad, dat valuta. En dat ding van Oppenheimer, weet u, ja. Die meneer Haroun Karamat, econoom en dingen, ik ken die man niet, maar ja. Hoe meer mensen dit ding gaan doen, hoe beter toch. Dat leidt tot betere inzichten als je onze inzichten kan aannemen. Als dan nee, goed dat ja, de man van Nederland heeft plek gevaarlijk. Nee, ophouden met die nonsens mensen. Ophouden, Isabi. Kijk nou, nieuwe inzicht. Hoe kan jij dit probleem aanpakken in Suriname? Ik zou zeggen, kijk nou, Santoki, sorry dat ik jou een jajamang. Ja. Je hebt twee ministers, ja. Meneer Bronto,
Somaadjo en meneer Noor Mohamed. Die mannen worden belacht. Zij dit, die mannen van last de worko. Die arbeiders. Maar die man heeft toe. No tik asjing dat je IMF kon potje onder druk voeten. Dat ja, kijk, je zal zoveel mensen moeten ontslaan. Liever stap je op een podium en je zegt tegen de Surinaamse bevolking dat je erin als een nego, wie van je dying, ja, er gaan ontslagen moeten vallen. En ik vind het pijnlijk om hier op deze podium te staan en jou dat te zeggen en mede te delen. Maar het kan niet anders. En ja, er gaan onrust komen. Er gaan onlusten ontstaan. Iedereen, we hebben zeer goed wetenschappelijk onderlegde, gekwalificeerde vakbondsleiders. Ja, in Suriname. Is lastig mensen. Nou, de man dat hij. De man dat moest ik sorry, takie, ja. Ik heb je uitgelegd hoor. Ik corrigeer iets, maar pleeg geweldig. Nou, de man dat hij. Je koopt er niets voor. Ja, wat moet Santoki doen? Ja. Ik weet het, nog nooit in de historie is dit vertoond en mensen gaan het ook niet willen accepteren. Maar ik zeg één ding, kijk nou, achter elke grote man staat een sterke vrouw, heb ik gezegd. Dan laat die vrouw achterwege. Ik vraag, Santoki, ben jij een grote man? Ben jij een grote man? Ja, ik weet het, de geschiedenisboeken kunnen twee dingen zeggen, dat ja. Meneer Santoki is een groot man, want hij is de enigste president, ja, geweest die het heeft aangedurfd om het ambtenarenapparaat dat Suriname naar de afgrond leidt aan te pakken. Aan te pakken, ja. Al die anderen zijn lafarts, kijk maar naar Bouterse. Ja, maar ja, het hier, tekamoni jongen, denk ik, worko, stem, gimme naar de Sandat, Isabel. Terwijl, ja, hoe kan jij iemand hebben die een beschikking heeft, een salaris krijgt, maar nog nooit op het werk is verschenen omdat er geen werkplek is voor die persoon. Denkie, zei Sadape, denkie. Ze namen niet, denkie te takie, want ja, hoe heet dat Hollandse? Maar denkie nou, dat hier, mijn paio alvast, ja, mijn geven arbeidsovereenkomst, een beschikking, dat je bent aangenomen, je zat niet met paio, want je money, allemaal money, maar ja, in afko nou, het is gewoon ook Isabel, want ja, mijn naam is Sturu Tafran. En eigenlijk, mijn naam is Premier Poti Fuyboroko. Denk je, fa unusanaman deno. Denk je, Chizo. Hoe kronkel dat is. Oplossing, mensen, kijk nou. Ik vind dat Santoki deze twee ministers moet beschermen. In welke zin beschermen? Ja, luister nou. Ik haal dat probleem weg bij hun. Ik haal het weg. Surinamers, je kan gaan protesteren hoor bij Ibiza, Binnenlandse Zaken. En ik kan gaan protesteren naar Noor Mohamed. Het gaat geen. En ook jij gaat Parijs. Dus ja, meteen nog go. Wat ik wel ga doen, kijk naar Surinamers. Kijk, wat man in Rotterdam leg je uit. Wat voor instrumentaria jij hebt, waarvan je nooit wist dat je het had. En dat zo mooi is dat je dat kan toepassen nu op dit moment met deze problemen. Zodat jij deze minister kan ontlasten, dat die minister andere zaken kan doen. Want je hebt deze twee mannen. De mij tankret zo zonder aan de werknemers, arbeiders, weet je, personeel. Ophouden met dat ding. Er zijn belangrijke zaken om te komen doen dan je druk te maken over personeelsbeleid. Dat is wel een onderdeel van jouw departement. Maar haal dat ding weg. En schijn ermee uit. En dan ga je dat ding nu krijgen. Dat, ja, het is een klap in het gezicht. Omdat nu man helemaal zo in Rotterdam staan vast. Isabel, ook al leg je uit van je moest doen, Sani. Is toch vrijpostigheid van die man. Hier en daarom heb ik gezegd, meneer Sukugrani, Isabel. Kijk, Suriname heeft een prachtig instrument om dit ding juridisch aan te pakken. Ik had u gezegd dat ik erop terug zou komen, toch? Op dat ding van, hoe heet het, wat die meneer schreef, Wijnruid, over juridische manier, naar onrechtmatige daad, naar de wandel. Ja, weet je. Kijk, juridisch heeft Suriname een instrument dat je kan inzetten. Ja. Mensen, jullie hebben 10 vingers. 10 vingers. Toets in.
toets in SAI. S-A-I. S-A-I. En Isabi, je toets in de... Oh ja, maar ik ken dat, Isabi. Dat is typisch Surinaams. Poesam de Sanlaté. Kijk, Unesco Grani. SAI staat voor Surinaams Arbitrage Instituut. Surinaams Arbitrage Instituut. Ik zou zeggen, kijk nou. In combinatie, Suriname heeft een mooi wetboek. Ja? Dat ding heet Surinaams Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering. Rechtsvordering, mensen. Ja? Als je kijkt, Suriname heeft een hele mooie wetgeving opgetuigd. Vanaf artikel 500 tot en met 535. Ja? Daar staat over arbitrage, mensen. Arbitrage, ja. Als je nou kijkt, de SAI, Surinaams Arbitrage Instituut, met de wetgeving van Suriname, die daar speciaal op is gericht. Want waarom zeg ik, kijk, kies voor arbitrage. Ga niet ervoor zorgen dat al deze mensen straks naar een rechter gaan om daar een zaak aanhangig te maken. En dat die hele rechtspraak wordt overbelast. De OM wordt overbelast, de rechtbank en al die dingen. Nou, doe asan dat die mensen. Doe het niet. Doe het niet. Ik vraag dat je hier gebruik je verstand. Wat bedoel ik met dat ding van dat arbitrage? Het is zo'n mooi instrument dat nog nooit is gezet in Suriname ingezet. Gebruik het om deze ministers te ontlasten. Zodat ze ook niet in een kwaad daglicht gezet worden. Isabi, kijk. Als jij zegt tegen deze mensen, van moet je luisteren, jij kreeg een beschikking van de minister, minister Bronto, Somohadjo en meneer Noor Mohammed, geef deze mensen een brief waarin je zegt van ja kijk, de regering, meneer Boudewijn heeft het ook gezegd, we hebben je niet meer nodig, wij hebben jou niet meer nodig, wij kunnen jou niet plaatsen en we kunnen jou financieel niet dingen, en plus, we vermoeden, wij vermoeden dat er bedrog is gepleegd. Je hebt samen met de voormalige minister die jou in dienst heeft genomen, bedrog gepleegd om de Surinaamse staat in een nadelige positie te brengen. Dat is vervelend. Ja. En wat doe je nu? Die ministers geven jou dat brief. En dan tegen dat brief weer dat je gehad hebt, kan je toch bezwaar aantekenen. Maar daar komt dat ding van Santokki in, samen met deze minister. Dan schrijf je in dat brief, kijk nou, als je bezwaar wil aantekenen, dat kan en dat mag. Alleen jij kan het niet doen bij minister Bronto of meneer Noor Mohammed. We hebben hiervoor een arbitrage-instituut ingesteld en daar moet je je bezwaar gaan doen. Ja? Maar met die verstande, we maken wel een afspraak, dat je kijkt nou, als jij een advies daaruit krijgt, dan moet het bindend zijn voor jou en voor mij. Ja? En dan zorgen we ervoor, als jij gerehabiliteerd wordt, Isabel, jij wordt in het gelijk gesteld, dan word je eerder hersteld door mij, dan krijg je een functie. En dan vergoed ik al die schade die ik dan veroorzaakt heb voor jou. Maar het moment dat die meneer zegt, de arbiter zegt, de scheidsmannen zeggen, mevrouw of meneer, u zit niet in uw recht, sorry, die minister had gelijk om jou te ontslaan, dan moet je je ook erbij neerleggen. Ja, het is, de scheidsmannen gaan dan een onderzoek verrichten naar jouw toestand, hoe je bent aangenomen en of het conform de regels zijn geweest, Isabel. En ja, als meneer Bronto, sommigen hadden je kan aantonen van moet je luisteren, die meneer Noor Salim was gewaarschuwd hiervoor door de meneer Eugène van der Stan. Ja, dan zie je wat er gebeurt toch. Dan kan je dat, is ondersteunend bewijs dat je kan overdragen aan het Arbitrage Instituut die dit ding kan meewegen. En ik zeg je, kijk, Santokki heeft elke minister nodig om hard te kunnen werken voor Suriname. En dan moet je niet bezig zijn met dit soort problemen van personeel. Het is belangrijk. Het is belangrijk. Want ja, vele mensen zijn ervan afhankelijk. Maar ik zeg, kijk, haal het weg. Haal het weg. Je hebt een prachtige
wetgeving ontwikkeld in Suriname met betrekking tot arbitrage, ja, zet dat ding voor het eerst in de geschiedenis van Suriname. Zet het in. Ja, ontlast de rechterlijke macht voor dit soort kleine zaken. Ja, ik hoorde meneer Noor Mohammed zeggen van moet je luisteren, kijk nou, we kregen telkens brieven van mensen waarbij ze zeggen dat ze sinds 2015, 2013 zelf was er eentje, niet is uitbetaald. Draag het over aan de arbitrage, weet je. Dan zegt men van, kijk, ja, maar meneer Noor Mohammed is VHP en dan VHP en dan, ja. Isabi, hoe bekrompen we denken in Suriname. Ja, Timbouta is toen nooit als aan die spopsa, no VHP kon daarom. Ja, zeg, laat zien, ik ben een VHP'er, mijn naam is Jajaman, ik help jou. Kijk, ik ben het niet eens met jou, jij bent het niet eens met mij. Dan zeg ik, kijk, ik heb de macht als minister om over jouw lot te beschikken. Maar, ik zeg, kijk, minister kan beslissen, ik laat een ander het doen. Kijk maar, zo gentle ben ik, Isabi, zo gentle. Dan heb ik jouw mond dood gemaakt. Waarom heb ik jouw mond dood gemaakt? Je nog kan takje tak, ja, maar dan ben een VHP, de mij tegen Uno. Isabi, naar Bouta Potu, ja, dat is mij moeilijk Uno. Prutschwek heeft daar geen moeite mee, Masha. We kinkie. Laten wij beschaafd blijven en zeggen, kijk, ik ben de minister. Ik ben hier aangesteld. Ik kan en mag over dit ding beschikken. Maar ik laat je zien van, ik haal een derde erbij. In de vorm van een arbitrage-instituut. Maar goed luisteren. Ja, de uitkomst is bindend. En jij hebt je er ook aan te houden. Isabi, we ontlasten de rechtbank. Hiermee de OM en al dat soort instanties. Die kunnen zich gaan richten op allerlei corruptieve zaken. En dat is dan dat die echt strafzaken. Maar die civiele zaken, een arbeidsgeschil. Ja, een betalingsgeschil. Dat noemen we civiele zaken. Hey, jongen, sinds 2013. De man op mij. Ja, meneer, jongen. Moet je luisteren, kijk, if 2013, 7 jaar in, doe niks, ja. Dan moet je dat kan ik zien, mooi, mijn opa ook doen, dat is de hel met jou. Ja, maar zie, ja, VHP, daarom je doet, ja, oké, ga maar naar de arbitrage. Laten wij dat tribunaal doen. En mensen, ik weet wat Surinamers gaan doen. Jere, Brededieri, oké, we gaan dan Blom subsidiëren, het is niet goed. Oké, dat Uno doet, Sani, Blom subsidiëren, het is ook niet goed, ja. Je krijgt een bonus, het is niet goed. Je krijgt geen bonus, is ook niet goed. Jij hoeft, in Suriname moeten politici gaan denken van, moet je luisteren, kijk nou, je bent niet gewild, wie zij doet, wie is Jugi, de man die zie 20 kilo go to gain en futu hypotheek, isabi. En no waardering, ja. Je bent niet gewild en daarom zeg ik tegen jou van, moet je luisteren, kijk nou, je moet je zaken anders gaan aanpakken. Laat zien dat je een gentleman bent. En ik weet wat Surinamers gaan zeggen. Ja, maar dan ook in gotik arbitrage commissie. Dan is dat die. Dan moet je. Ja, dat is VHP. Vriendjespolitiek. Dan is dat de boop. Nee. Ik zou tegen deze politici in Suriname die aan het bewind zijn. Zeggen van moet je luisteren. Kijk. Volk van Suriname. Volk van Suriname. Luister nou. Kijk. We hebben een constitutioneel hof. We paiden maar allemaal een salaris. Maar ja, wat doen die mannen eigenlijk? Niks toch? De mannen controleren wet, de mannen doen niks. Maar de mannen, allemaal de mannen kiezen de money. Hier en op brada. Jij kan me niet beschuldigen daarvan. Dat ik naar mijn de man die zie. Isabi, want dan wou ik benoemd ding. Nou, weet je wat ik doe? Constitutioneel hof. Ik ga jou even uitlenen. Toch, je neemt functioneer nou. Je neemt ook, er is niks om handen. Ja, constitutioneel hof. Al die mensen die daar zo zitten, die worden omgeturnd tot scheidsmannen, arbiters. En jij gaat bepalen over de dingen, de arbeidsgeschil die er heerst bij de ministeries. Ja, die mannen komen bij jou in bezwaar.
ga jij die bezwaarschriften van deze mensen behandelen en neem een besluit. En ja, mensen, kijk nou, nooit morgen, want ze naar man kan tijden, ja, maar dan vind je eerst doen dat je vriendjes politiek dingen, want dat hij daarom de man goed ontslag. Nee, we hebben onafhankelijke mensen gezet. Mensen die door jouw voormalige regering, die jou in deze benadeelde positie heeft gezet, ja, die gaan oordelen over jou, niet mij. Dan ben je gentle bezig. Dan ben je gentle bezig. Dus mensen, ik hoop dat er mensen zijn, net als meneer Haroun Karamat. Ik ken die goede man niet hoor, mensen. Ik kreeg het van meneer Dennis Lapar te horen dat hij één op één dingen heeft verteld, wat wij ook hier verteld hebben. Ik hoop dat er in Suriname mensen zijn die ook met zo'n gedachte gaan lopen, net als van vandaag. Dat jongen, los dat probleem eens en voor altijd op. Ik gebruik nou de SAI, Surinaams Arbitrage Instituut, het is laagdrempelig. Ja, en het is sneller. Isabi. En ja, moet je luisteren. Dan komt er iets uitrollen, een uitkomst. En ja, moet iedereen zich daarmee bij neerleggen. Daarbij word je niet beschuldigd van vriendjespolitiek of nepotisme. Dat ja, maar allemaal op de familie vindt dat in de wand dat Isabi die oordeelt erover en zo. En dan krijg je dit soort problemen ook niet. Isabi mensen. Dus laten we een keertje onze hoofd goed bij elkaar zetten en dingen goed gaan regelen, Isabi Gisserna. Suriname heeft die instituten, alleen we zitten met mensen. Helaas moet ik het zeggen, Surinamers weten niet eens dat die dingen er zijn en deze mogelijkheden er zijn. En ja, kijk dan, krijg je dat probleem nu, dat ja, mijn man stond, ja, zo overleg je uit, dat ja, is dit niet een optie? Denk eens zo, kijk in die dingen toch, Isabi. Is het niet een optie om minister Hoefdraad uit te roken, zijn salaris niet te betalen, zijn huisbeslag op te leggen? Is een optie toch? Ja, goed. Wees een gentleman. Denk erover na wat ik gezegd heb. Artikel 500, wetboek, Surinaams wetboek, burgerlijke rechtsvordering. 500 tot 35, plus de SAI, S-A-I, Surinaams Arbitrage Instituut. Zet het op hun bordje. Neem die mensen die bij het constitutioneel hof zijn benoemd. Zet ze als arbiters, scheidsmannen om hier een oordeel over te vellen. Ja, het is een juridisch oordeel die ze moeten vellen. Is het in rechten, ja, dat jij ontslagen bent? Of ja, heeft dus minister Somoharjo of meneer Noor Mohammed en alle andere departementen een onrechtmatige daad jegens jou gepleegd, ja, dan moet dat hersteld worden. Isabi, pak dat ding een beetje goed aan, zonder te laten zien dat je er betrokken bij bent. Isabi, ik zou zeggen, doe er een voordeel mee. Mensen, nog een paar apps en dan ga ik ermee ophouden. Even kijken hoor. Als ik Santoki was, zou ik tegen Brunswijk zeggen, ga het geld zoeken in het buitenland bij bevriende naties. Ja, ik wens hem veel dingen. Succes. Dat is een hele cynische jaar. Maar ja, ga het geld zoeken in het buitenland, Brunswijk. Meester, een laatste opmerking. Surinamers zijn niet alleen onbeschoft, maar ook onfatsoenlijk. Ze moeten in plaats van die Djuka, de oorspronkelijke bewoners, de Indianen, in ere herstellen, zoals Australië met de Aboriginals hebben gedaan. Goed fatsoen, goed en roog. Oké. Meester Oom Paul is een blakke man. Maar hij heeft zelf gezegd dat Oom blakke man, Ulissi. Ik denk dat u bedoelt Boudewijn, hè, Paul. Ja, oké. Een blakke man zegt dat zelf. Ze zijn echt zo lui, meester Sien. Groetjes, ja. Mensen, ik lees wat er hier zo staat. In een gobong stonak mede. Even kijken. Meester Bronto werkt wel voor zijn ministersalaris. Vele andere ministers hoor je amper. Ja, daar moet je hem in bescherming nemen, toch? Isabi, ik vond het dapper van hem. De mij protesteert voor mijn ministerie. Ik kom naar buiten. En heeft het mooi gezegd. Ja, ik heb je met respect behandeld. Ik verwacht dat ook van jou. Isabi. En heeft die man openlijk gezegd.
En dat zijn argumenten die mooi zijn. Hey, ik heb 100 keren met de president en vicepresident gesproken. Jij zegt, die mannen hebben gezegd dat jij, dat ik je mensen op de rol moet zetten en ze terug moet betalen en dat soort dingen. Maar ik heb jou daar nooit gezien. Ja, dat zijn harde feiten die hij naar voren brengt. Voor een microfoon, voor een camera, die niet weerlegbaar zijn, die onweerlegbaar zijn. En hij ziet dat hier aan meneer Lichon. Hij drupt gelijk af. Er komt iemand anders ook. Omdat ja, ik begreep hem dat hij moet laten zien aan zijn leden van ja, l'economie fait guno, Isabé. Dus ja, mensen, hou daar rekening mee, Isabé. Ik geef hem mijn respect. Kom niet dat zo mee. Ik haal mijn petje van hem af. Dat hij naar buiten is gekomen en gezegd heeft van ja, ik kom met jullie praten. De belangrijkste reden waarom Malafide investeren interesse hebben in Suriname is dat als ze gesnapt zijn, de kans groot is dat ze ermee wegkomen. Ja. De enigste manier die Santokki heeft om zijn gezicht te redden is om het mandaat terug te geven aan de bevolking om vervolgens nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar dan moet hij zich wel definitief losmaken van de boeven binnen de VHP. Want ik weet 100% zeker dat hij in de klauwen zit van de criminelen binnen de VHP. Zo zal hij heel veel lof en respect krijgen van de Surinaamse bevolking. Hiermee redt hij niet alleen zijn gezicht, maar ook de goede, niet-criminele kant van de VHP. Dat is, dan is hij voor mij een Jaja Saranaman. Ja. U hebt gelijk, weet u. Even kijken hoor. Dan wanneer de onafhankelijke arbitragecommissie mij in het ongelijk heeft gesteld, kan dat ook als reden gelden om de hele regering Boutersen aansprakelijk te stellen en u aan te klagen voor corruptie. Een onafhankelijke arbitragecommissie waarin mensen van alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn, dat moet een voorwaarde zijn. Sine qua non, zang, heavy, sine qua non. Ik moet hier oppassen. Conditio sine qua non. Mooi zo, mooi zo. Ik krijg ook mensen hoor, mensen, Isabel. Bronto heeft geen hoge opleiding, maar heeft een Hollandse drijf om te werken. No-nonsense mentaliteit. Perfect, ja. Weet je, ik hou van dat soort mensen. No-nonsense, maar dan kan het draai. Nou, want lo weer retorie. Meester Singh, de pres heeft een immens job. Hij heeft meer adviseurs nodig. Wanneer heeft hij tijd om te sporten? De Express kan ook adviseur van hem worden. De Express kan als staatsman benoemd worden. Vooral bij de viering van 45 jaar onafhankelijkheid. Ik zou dat niet doen, want ja, de Express die zou hem alleen in problemen brengen. Want nou, maar nou, wat knap zie ik. Mensen, luister nou. Kijk, ik ben vandaag begonnen om een beetje te praten over dat ding van, hoe heet het, dat personeel dingen en zo. Ja. Oké, een van de, en we hadden het over dat aardappelen van meneer, hoe heet het, Chotelal, ja, Chotelal die heeft samengehuurd met meneer Brunswijk. Brunswijk gaat nog de prijs betalen, mensen, geloof me, Isabi, nou, die collectieve handelingen zij pleegt, Isabi met die mannen als Sardou, Kerpalani en noem maar op, nou, die zijn dat die. Maar, hoe heet het, Isabi, in het begin is alles leuk en aardig, nou, dat is aan de Faya-committee toch, Isabi, want ja, ik zeg je, kijk nou, Brunswijk heeft de staat benadeeld door meneer Chotelal de gelegenheid te geven om geen belasting invoerrechten te betalen. En ja, wat moet je hiermee, Isabi? Oké, luister. Er is nog een hele mooie beleidsadviseur in Suriname, ja, die ook benoemd is. En ik vind dat je die man ook moet ontslaan. Isabi, recht voor één, recht voor alle. Ja, het kan toch niet zo zijn dat hij, hoe heet het, even kijken hoor. Oké.
Oké. Ja, ik ben even aan het multitasken en het werkt nooit goed bij mij, mensen. Dus ja, Isabi. Ik zit voor een mengpaneel. Dat is aan dat hij dus ja, hou me te goede. Maar er is een hele bekende, beleidsadviseur benoemd ook. Weet je, Wan Valk Fufurwang, Isabi. Deze man moet je niet laten, mensen, want deze man heeft echt vreselijk veel gestolen. Zeg ik je, en vreselijk veel ellende veroorzaakt in Suriname. Wie is deze man? Dan heb ik het over meneer Humphrey Hasrat. Humphrey Hasrat. Ja, mijn beleidsadviseur vandaan. Ja, ik zeg je dat hij benoemd is tot beleidsadviseur. Ook van Wakadan. Nou, Isabama man, Isabama Gilembo Monito. Ja. Hij heeft ziekenfondsgelden die bestemd waren voor medicijnen en dat soort dingen. Maar ik lang hier meneer Cliff Limburg van dingen. Oké. Ik neem u mee. Luister naar wat hij te zeggen heeft. Ik ben begonnen met dat ding van Tjotelal om te laten zien. We gaan luisteren, mensen. Een stukje van meneer Humphrey Hasrat. Hij is ook benoemd tot beleidsadviseur. Hè? En ik zeg, ja, last minute benoemd. Ja, geeft die man ontslag, noem ik grap. We gaan luisteren, mensen. Tot beleidsadviseur door minister Elias bij BGVS. Adviseur, geen beleidsadviseur. Maar onbezoldigd hoor. U verdient daar niet. Is het waar dat u bent benoemd tot beleidsadviseur door minister Elias bij BGVS? Adviseur, geen beleidsadviseur. Maar onbezoldigd hoor. U verdient daar niet? Nee. Pro deo. Okay. Hoe staat het met het opzetten van een medisch centrum bij Tjotelal? Bent u daarbij betrokken? Wacht eens even, Tjotelal? Ik ben begonnen bij Tjotelal. Medisch centrum. Dus blijkbaar, meneer Tjotelal, nee, doe zo aardappelen. En daarom laat ik u zien van, moet je luisteren, kijk naar mensen. Hij begint met aardappelen. Je kiest aardappelen, maar ik wil andere dingen. Ik wil andere zaken ook hebben. Isabi. Dus in die zo amas doen, in gezondheidszorg ook toe. Ga maar luisteren. Maar onbezoldigd hoor. U verdient daar niet? Nee. Pro deo. Oké. Hoe staat het met het opzetten van een medisch centrum bij Tjotelal? Bent u daarbij betrokken? Nee, ik heb daar formeel geen overeenkomst met meneer Tjotelal. Ik ken meneer Tjotelal in een ander verband. Ik heb heel vaak voor mijn personeel heb ik bemiddeld om basisgoederen te bemachtigen. En in de wandelgangen bij het aanschaffen en bij het afrekenen heb ik wel eens een praatje gehoord met meneer Tjotelal. En heb ik me inderdaad één keer heb ik laten, iets in aanbouw heb ik gezien waar we totaal verder niks mee kunnen doen. Want het is een volledige Europese aangelegenheid die door buitenlandse consultants wordt gedaan en wij kijken daar maar aan. Wie is de feitelijke eigenaar van Zorghotel? Meneer Thakur Singh. Ja, mensen, en zo kan je doorgaan. Meneer Thakur Singh. Isab Sademan is het ook van de man Nepo. Dit en dat, ja, zijn bekot op veiling naar rechter bekonten pas. Mensen, Tjotelal, ja. Gaat deze meneer Tjotelal, de Surinaamse samenleving weer voor 5 jaar domineren? Ja. Gaat Santokki dat toelaten? Ik weet het niet, Isabi. Ik hoop dat er verandering komt, Isabi. En ja, is weer het. Bedankt, meester. U vult onze zondagmiddag mooi op. Waar blijven de bellers? Ja, ik heb de bellers geen kans gegeven, ja. Maar door al deze handeling van de regering is Tjotelal juridisch niet meer aan te pakken. Dat had u gedacht. Tjotelal kan aangepakt worden, inclusief de regering. Daar zie je weer wederom het intelligentieniveau van Brunswijk om samen te werken met Tjotelal. Hij overziet niet de problemen die hij over zich had. Ja. Money talk. Goed zo. Ja. Mensen, ik kap ermee. Meneer Pinas gaat jullie zometeen dingen. Gaat zometeen van me overnemen. Alleen hij is er nog niet. Mensen, luister nou. Kijk, laten we ons niet gek maken naar de Wanisi. Want ja, het heeft geen zin met Suriname. Ja, Epper heeft het heel mooi gezegd. Suriname heeft een ethisch probleem. Ethisch en moraal probleem. Isabi, mevrouw, ik vind dat je iedereen
iedereen die een last minute opdracht heeft aangenomen, een last minute benoeming, dan maakt het niet uit of je nou Melvin Bova heet, Patricia van Ommeren, meneer Bensdorp of Benschop, weet je, dat maakt niet uit. Recht voor één, recht voor alle. En ik heb ook gezegd van, moet je luisteren, kijk, haal het weg bij die minister. Laat de minister geen pispaal worden, want mij komt telkens in het nieuws dat hij me uiteindelijk dacht, ja, zo'n hardjo, ik kon de partij aan de hoor zijn en dingen. Nee, geef het, wees een jajaman, geef het over aan de die mensen die totaal niks doen, Isabi, die mensen die totaal niks doen bij het constitutioneel hof, die elke maand de salaris, laat ze het doen, benoem ze tot scheidsmannen. Isabi, heer Singh, heeft u goed gehoord wat Hazrat heeft gezegd? Ik ben formeel niet betrokken. Nee, formeel, maar informeel wel. Maar dat zeg ik goed zo, Isabi. Vraag even aan Pinas. Het verhaal van kan hij en die 5 miljard, ja. Hij is er straks, dus ja, vraag hem maar. Weet je, kijk nou, weet je, mensen, van mijn tijd is aan dat jongen. Isabi, Suriname is lastig hoor, mensen. Het begint vervelend te worden, weet je, met ons. Nou, man, dat die, vooral die opscheppers en die belazeraars, Isabi, 5 miljard, jongen. Zelf de KLM heeft geen 5 miljard gehad, 3,5 miljard om een bedrijf met 30.000 mensen, arbeiders. En weet je hoe groot de vloot is van KLM? Ik kies 3,5 miljard voor de Rivendell, ja, maar ze namen ook een tijdje. Volgens mij Dringasoppie, want hij kan hij, denk ik, Isabi. Maar ja, goed, sommige mensen moet je niet serieus nemen, mensen, Isabi, sorry. Ik heb het niet geluisterd hoor, naar de Wandati. Dus laat me niet voorbarig zijn. Dat soort dingen. Ik zeg het in die context van moet je luisteren. If you sabi taki a asi o dede, seide you ego kot grasi giwa asi sei sab tako dede. Dat is de vraag die je moet stellen. Ja? Een paar die op leven na dood is. Je gaat hem toch niet voeden. You know, go kot grazi lasi ting. Go kot grazi na faya busi na des. Faya weer na des aan dat Isabi. Even kijken. Deze mensen laten me niet gaan. Goedemiddag mensen, die 15 miljard is ook deel van Syrië. Goed zo. Willen Surinamers nog meer van die plaag, gele plaag, hebben die ze onderdruk en mishandeld. Fijne middag. En wel thuis. Groetjes Sila. Migado Sila. Noem ik grapje, hè? Isabi. Oké. Goed. Maar moet je luisteren. Kijk nou, inderdaad, heel goed scherp gezien. En als ik je vertelde dat geld uit de gokwereld en de gokmafia is, hoe dan? Weet je? Wel thuis en iets makkelijk, meesters. Met sambal trassi. Ja, ga ik zeker doen en jangan bening. Mensen, stuur geen app meer, want ik ben weg. Ik cover weer, want anders blijf ik zitten. Hey, luister nou, mensen. Kijk. Ik wens jullie nog een prettige voortzetting van jullie zondag. Ik zie jullie aanstaande dinsdag weer terug om 1 uur. En bedankt voor jullie apps. Nou, dat is aan dat hier. En ik maak het goed met die lijnen. Maak je niet druk, het komt goed. Ik zwaai af en ik zou zeggen een prettige voortzetting van jullie zondag nog, ja. Want ik ga van mij zeker, zeker goed voortzetten. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvastradio.nl.